Commissieleden, allemaal hartelijk welkom. Mensen op de tribune, welkom. En mensen die langs de digitale snelweg met ons meedoen vanavond, ook allemaal hartelijk welkom. Er hebben zich tot nu toe 3 insprekers gemeld. De vraag is, wenst nog iemand in te spreken die zich niet gemeld heeft tot op dit moment? Dat is dus niet zo. Dat heeft tot gevolg dat er een agendawijziging is. Van er zijn voor het vaststellen van het bestemmingsplan wonen om een partiële herziening Hessenweg West 1 om een 2 insprekers. En voor de zierteelt is er 1 inspreker. Dat voor wat betreft de agenda. Er is voor de rondvraag. Heeft zich het CDA gemeld. Dus we hebben vanavond een rondvraag. En dan gaan we nu over tot agenda punt 3. Gebruik maken van het spreekrecht. En dan pakken we agenda punt 6. En dan is het eerste mevrouw Terbeek. Namens de buurtbewoners. U kent de spelregels. Oké, ja. Helemaal goed. Geachte commissieleden en college. Wij waren in de veronderstelling dat u onze zienswijze zorgvuldig gelezen kon hebben. Net als de zichzelf tegensprekende conclusie van de gemeente. Zo had u de bezwaren en reacties gezien en wel overwogen het voorstel kunnen beoordelen. Maar nu blijkt dat de raad of commissie onze zienswijze helemaal nooit gekregen heeft. Ondanks het feit dat deze aan de raadsleden gericht was. De zienswijze is van de balie naar de ambtenaar gegaan, maar is ten onrechte en zeer ongebruikelijk niet aan u doorgezonden. Dat is niet alleen vreemd, maar omdat het een onmisbaar stuk informatie is, daarmee ook een onacceptabel feit. We hebben ten tweede male veel moeite gedaan om alle bezwaren van de 21 aanwonende gezinnen te bundelen in een document en om deze gezamenlijk aan te bieden aan de raad. Maar het is niet bij de raad terechtgekomen. Maar het voorstel van Schuurhuis, welk is geschreven door de gemeenteambtenaar en dat vele onjuistheden bevat, waar wij tegen ageren, komt in het geheel wel bij de raad en commissie terecht. U kunt zo geen objectief oordeel vormen. In uw commissiestukken staat een soortement extreem slecht uittreksel van onze 2 uitgebreide zienswijzen in volstrekt andere bewoordingen en met volstrekt foute conclusies en beweringen. Een spelletje zoek de verschillen heeft u zo gewonnen. Wij zeggen hele andere dingen op een volstrekt andere toon, kregen antwoorden op niet gestelde vragen of beweringen en missen zelfs repliek op onze stellingen die fouten aangeven. Daarnaast is beantwoording continu in tegenspraak met eigen beleid, regels en antwoorden. Nogmaals, wij zijn dus niet gehoord, wat volgens het GOP-GOF evident is. Onze bezwaren zal ik nogmaals kort aangeven. Het GOP-GOF heeft 5 eisen waaraan voldoen moet zijn, wil een bestemmingsplanwijziging überhaupt worden ingediend. Aan 4 van deze 5 is niet voldaan. En dat tonen we andermaal aan in de zienswijze en in de inspraak. Dan kan dit voorstel toch niet serieus in behandeling genomen worden. En ook nog eens akkoord bevonden worden. Ter illustratie, ook tijdens het proces is niet eerlijk gehandeld. Een raadslid is na de vorige commissievergadering wezen praten met de direct aanwonende buren. Tijdens die commissievergadering spraken wij de familie tegen als het ging om volgens hen gemaakte afspraken. En werden we door de inspreker namens de familie weggezet als leugenaars. Het gevolg is dat de commissie het voorstel ter inzage wilde leggen. Het raadslid kreeg echter te horen dat wij helemaal niet hadden gelogen en hoorde uit de eerste hand dat er geen overeenstemming was over bouw in een weiland. Nog een illustratie. Door de wethouder is toegezegd dat gehandhaafd wordt en niet gebouwd of gesloopt mag worden tot een bestemmingsplanwijziging een feit is. De familie heeft echter al een kapschuur dichtgebouwd, woont erin, is druk aan het slopen, heeft zeer regelmatig auto's met groene kenteken staan en heeft zelfs zo laurier ingeplant midden in het weiland. Allemaal dingen die niet mochten. De buurt was in december dit nogal zat, heeft diverse meldingen gedaan bij de gemeente. Handhaving is er langs geweest, maar er is nog steeds niets veranderd. Dus laurier is blijkbaar tegenwoordig gebiedseigen beplanting. De term die ze in hun eigen plannen aangeven. En dit mag nu illegaal in het weiland blijven staan.
Wij maken bezwaar tegen het wijzigen van het koninklijk besluit. Wij vinden dat het de basis moet blijven voor het bestemmingsplan. We zien geen enkele zwaarwegende reden om dit te veranderen. Van de familie die een boerderij koopt en weet dat er een bepaalde bestemming op zit, weet dat er weinig mee mag en dit toch wil, horen we enkel esthetische redenen, dus puur subjectief. Waarom zou de gemeente en waarom zouden wij daarmee instemmen? Nee is ook een antwoord. Volgens de regels van het geldende GOPGOF hebben we daarin ook volledig gelijk. Uitbreiding aan de noordzijde zou een alternatief zijn geweest voor zonnepanelen, paardenbak en schuur. Maar dat mag niet. Het mag niet eens onderzocht worden van de gemeente. Ondanks dat er geen zicht op is, zoals door ons aangetoond met foto's. Punt blijft, met het koninklijk besluit waren alle aanwonende gezinnen beschermd. En blijft ons mooie plekje bestaan. Behouden wij de waarde van onze woningen daarmee? Waarom zou je ter faveur van een plan van schuurhuis de ruim 25 aanwonende gezinnen duperen? Ten derde, de landschappelijke waarde wordt aangetast en niet alleen in onze ogen. Het gaat tegen alle voorgaande besluiten van de gemeente en de bescherming in. Dus de kern van ons verhaal blijft dat binnen de huidige erfgrens en binnen het huidige bouwblok meer dan voldoende ruimte is om te her- of verbouwen. Ten vierde, wij voeren diverse andere inhoudelijke argumenten aan in onze beide zienswijzen. Deze worden niet weerlegd door de gemeente, maar om niet over de spreektijd te gaan, leest u deze stukken alsjeblieft alvorens u het proces ingaat of ga alsjeblieft met ons in gesprek. Dan tonen wij waar de hiaten zitten. Nogmaals dus, wij zijn niet gehoord. Wij doen dit niet voor onze lol, dit bezwaar maken. Sterker nog, we deden het echt liever niet. We hebben wel andere dingen te doen. Maar het onrecht wat ons en om aangedaan wordt op deze manier kunnen we echt niet negeren. En simpel gezegd, commissie, gemeenteraad, we zien liever dat u het voorstel compleet afserveert. Vragen voor mevrouw Ter Beek. Ik constateer dat er geen vragen zijn. Dan gaan we over tot inhoudelijke behandeling van het onderwerp. Oh nee, meneer. Dat is de tweede, meneer Weller. U spreekt namens uzelf, meneer Weller? Ook namens de buurt. Geachte raad, graag zou ik de zienswijze van omwonenden nog een keer willen uiteenzetten betreffende het perceel Hessenweg West 1 te Ommen. Als omwonenden vinden wij dat het koninklijk besluit de basis moet blijven voor het bestemmingsplan. Het ingediende ontwerpbestemmingsplan is geen definitief ontwerp. Feitelijk weet u niet voor welke keuze u staat. Een bouwplan waarop het bestemmingswijziging gebaseerd is, ontbreekt. Dit zijn cruciale onderdelen voor een bestemmingsplanwijziging. In onze optiek wordt de landschappelijke waarde aangetast tegen al uw voorgaande besluiten en bescherming in. Geloofwaardigheid van de politiek is wereldwijd een delicaat punt. Geloofwaardigheid terugbrengen bij de burger begint op lokaal niveau. Graag refereer ik naar het krantenartikel in de Ommen Nieuws van 1 februari. Denk mee aan de toekomst van Ommen, waarin u met inwoners van Ommen in gesprek wil. Dat is een zeer lovenwaardig initiatief. Maar waarom doet u dat niet met ons? Eén inwoner krijgt alle medewerking en hoeft zelf niets te doen. De ambtenaar doet al het werk. En u heeft geen eens moeite genomen om met ons in gesprek te gaan als wijk. Brieven die we hebben gestuurd zijn niet beantwoord. Op de notitie van het college is door ons inhoudelijk gereageerd, waar omwonenden met zeer sterke argumenten de zaak hebben weerlegd. We hebben onze reactie op de notitie als onderdeel van de zienswijze naar de gemeenteraad gestuurd. In het ontwerpbestemmingsplan staan erg veel tegenstrijdigheden die in de notitie duidelijk naar voren komen. Echter, dit stuk is achtergehouden en niet aan de gemeenteraad aangeboden. U heeft alleen de herhaalde onjuiste bewoordingen van de ambtenaar ontvangen. En daar moet u uw oordeel mee vellen. Nou, deze rammelende samenvatting is niet representatief voor wat wij hebben gestuurd. Dezelfde afdeling die het ontwerpbestemmingsplan schrijft voor de heer Schuurhuis vat onze zienswijze samen. En dit komt op ons over alsof de slager zijn eigen vlees keurt, dus niet transparant en niet objectief. Onze vraag is dan ook, vindt u dat we verder moeten met de Raad van State? Hierbij jaagt u omwonenden op kosten, waarmee ook kosten voor rekening van de inwoners van Ommen komt. Indirect dupeert u ons dubbel. Wij betalen namelijk ook ingezeten belasting. Hopelijk bent u gewoon bereid om het proces op een fatsoenlijke wijze gewoon af te sluiten met ons. De kern van de zaak is,
geen aantasting van de landschappelijke waarden, dus geen ontwikkeling buiten de huidige erfgrens. De huidige erfgrens heeft voldoende ruimte om de gewenste ontwikkeling op verantwoorde wijze met ruimtelijke kwaliteit in te richten. Dank u. Vragen voor de heer Weller? Geen vragen. Dan gaan we over tot de behandeling zoals dat hoort in de commissie. En wie wenst, wie heeft vragen? De heer Van der Mooren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij hebben eigenlijk maar één vraag. Want wat bij ons opkomt, naar aanleiding van de bijdrage van de beide insprekers, is dat het hier om niets meer en niets minder gaat dan het vertrouwen dat wij als raad mogen hebben in de stukken die ons aangeboden zijn. En dan is onze enige vraag, welke verschillen zijn er tussen deze stukken en de al eerder aangeboden stukken wat betreft de bestemmingsplanwijziging? De heer Remmels. Dank u wel, voorzitter. Wel een beetje herhalen van wat al gezegd is. Op zich zou het voor ons natuurlijk een herhaling van zetten moeten zijn die we hier al gehad hebben. Er wordt hier wel het een en ander te bedden gebracht waarvan ik denk van ja, in hoeverre is inderdaad alles verwerkt zoals het hier aangedragen wordt. En dan kom je inderdaad bij het vertrouwen van goh, in hoeverre krijgen wij hier objectieve informatie op tafel op basis waarvan wij de beste besluiten voor om kunnen nemen. Tot zover. Als u de volgende keer stelt van dat u zich aansluit bij de vraag van de heer Van der Mooren, dan zijn we iets sneller. De heer Moerman. Dan zal ik mij keurig aansluiten bij de vraag die de heer Van der Mooren al gesteld heeft. En tweede is natuurlijk of het college met mij eens is dat het koninklijk besluit niet alleen maar de boerderij op zich aan zich omvat, maar het hele erf. En toen dit de eerste keer in de commissie in de orde kwam, hebben we ook al grote vragen tegengesteld bij de nieuw te bouwen schuur, de locatie en waarom is het niet onderzocht of dat aan de noordzijde. Want dan heb je het over een compact erfensemble. En anders als het nu het geval is. Dat was het. Mevrouw Schunselaar. Ja, dank u voorzitter. Ik sluit me aan bij de vragen van de eerste twee fracties, eerder genoemde fracties, de ChristenUnie en de VOV. Sorry. LPO. Ik keek naar links. Ja, nou, ik weet niet wie nu boos of wie nu blij is, maar goed, zo is het nu een keer. Gaat. Dus eigenlijk continu kloppen de stukken en de samenvatting van de zienswijze, daar heb ik eigenlijk inhoudelijk geen commentaar, maar vooral dus, hoe is het gegaan met de stukken? Dank u, voorzitter. De heer De Vries Robles. Voorzitter, dank u wel. De kern van de zaak spitst zich volgens mij toe in de haast, je zou haast kunnen zeggen, de textuele uitleg van wat wordt nou in het koninklijk besluit precies bedoeld met de termen die daar gebruikt worden. En ik wil dan ook maar even gelegenheid gebruik maken om het college en de wethouder klip en klaar een aantal antwoorden te ontlokken. De eerste vraag die ik zou willen doen is, wat is de reden geweest dat de brief die aan de raad gericht was niet bij de raad terechtgekomen is? De tweede vraag is, is het college of de wethouder van mening dat de tekst van het koninklijk besluit nog steeds de basis is voor de inrichtingsplannen die we hebben in dit gebied? De derde vraag is, in het koninklijk besluit wordt heel duidelijk gesproken over dat de totale bouwmassa van de boerderij als karakteristiek aangeduid wordt. Hoe kan het kan dat de gemeente karakteristiek aanduidt een bouwmassa van een ontmanteld huis waar de schuur afwezig is en de aangebouwde zijstukken van de boerderij ook verdwenen zijn? Bedoelen we dan nog hetzelfde? 4. Is het noodzakelijk om het bouwblok überhaupt aan te passen? Want binnen het bouwblok is het ook nog mogelijk om bijvoorbeeld een aparte schuur te realiseren. 5. Is het niet mogelijk om ook een compact erf te realiseren aan de noordkant? Er wordt steeds over de zuidkant gesproken, maar we hebben nog nooit antwoord gekregen op de vraag of dezelfde ontwikkeling niet ook aan de noordkant mogelijk is. De zesde vraag, en dan komt nog één vraag daarna. In het koninklijk besluit is heel duidelijk gesproken over het open landschap en de zichtlijnen daarin. Hoe past het inrichtingsplan zoals het nu voor ons ligt met allerlei heggen
en andere obstructies daarin in die visie? Spoort dat met elkaar? En dan als laatste vraag. Het is bijzonder dat in het nu voorliggende bestemmingsplan, of in ieder geval de motivatie daaronder, opeens gesproken wordt over het feit dat die schuur niet meer te handhaven is vanwege de bouwvallige kwaliteit. Ik kan me herinneren dat in de eerste oorspronkelijke aanvraag het juist zelfs de bedoeling was om die schuur ook te handhaven. Waarom komt dat argument nu ten laatste leste opeens in deze aanvraag wel naar voren? Betekent dat dat in de 2 jaar die verlopen zijn sinds de eerste aanvraag kennelijk de eigenaar geen enkele vorm van preventief onderhoud gepleegd heeft, zodat die schuur eventueel nog te redden is? Het woord is aan wethouder De Kust. Voorzitter, ik was op zoek naar het koninklijk besluit. Volgens mij hebben we dat koninklijk besluit hier tot 2, misschien wel 3 keer aan de orde gehad. Toen heb ik u geciteerd wat de strekking was van het KB. Volgens de interpretatie toen en nu vinden wij en blijven wij vinden dat zowel het erf, het groen als de te bouwen boerderij, woning, passen binnen de strekking van het KB. Het KB en alle bestemmingsplannen daarna hebben nooit geleid tot het verheffen van de monumentale status op dit pand. Was dat wel het geval geweest, dan hadden we een totaal andere situatie. Deze boerderij kan morgen gesloopt worden en dan kan er een bouwvergunning aangevraagd worden en dan wordt die getoetst aan redelijke eisen van welstand. Wat de familie Schuurhuis heeft gedaan, is om te verzoeken, en er was een 2-traps, om het karakteristieke gedeelte zonder bijgebouwen en zonder deel te mogen herbouwen, inclusief een grote schuur waarin het autobedrijf zou worden kunnen gehuisvest, inclusief een erfinrichtingsplan. Dat hebben wij teruggenomen, omdat er geen noodzaak was tot verplaatsing van het bedrijf. En wat is er dan veranderd, meneer Van der Mooren? Op aangeven van omwonenden hebben we het plan zodanig aangepast dat de zonnepanelen geen 1,50 meter, maar slechts 1 meter hoog mogen worden, ingebed worden in groen en nog eens een keer in de houtwal. In de laatste ronde is in overleg, goed overleg met de familie Schuurhuis, geen 300 vierkante meter schuur, maar slechts 250 vierkante meter schuur er neergezet. Alles passend binnen het concept, zoals de gemeente vond dat het moest passen, in overleg met de erfenconsulent, in een compact erf, wat hoort bij het cultuurlandschap in deze regio op die plek. Dus in die zin past het dan nog steeds. En alles overziende zijn alle vragen en meer beantwoord in de 17 zienswijzen die zijn ingediend. Ik weet niet anders, het college weet niet anders, dan dat deze zienswijze gelijk is verzonden met het raadsvoorstel aan u allen. Mij is niet bekend dat er ook maar 1 brief is achtergehouden. Dat zou ik dan graag bevestigd willen zien en dat is dus inderdaad niet zo. Het karakteristieke blijft grotendeels behouden in de zin van het oorspronkelijke huis dat een herberg was. Geen boerderij, maar een herberg. Onderdelen zullen worden gespaard, voor zover ze te sparen zijn. En het overige, u zegt, wat heeft dan de eigenaar gedaan om in stand te houden wat er nog in stand viel te houden? Het was al een vervallen toestand toen de familie Schuurhuis het in eigendom verkreeg. Wat zij doen is proberen om op dit gebied een woonvoorziening te creëren die voorziet in een eigen energievoorziening, die recht doet aan het oorspronkelijke gedeelte, namelijk die herberg die er ooit stond, die de aangebouwde deel wensen te verwijderen en in een compacte schuur te wensen terug te bouwen op het erf, waarbij nog is geluisterd naar bepaalde klachten vanuit de omgeving dat hij moest passen in het landschap en daarom is hij voorzien van een lage goot aan de achterzijde en is in de bestemmingsplan opgenomen dat hij niet hoger mag zijn dan 1 meter onder de nokhoogte van het hoofdgebouw. In die zin denken wij dat hier een plan staat dat voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Voorzitter, ik denk dat ik in hoofdlijnen zo de meeste vragen heb beantwoord. Mocht ik er 1 zijn vergeten, dan hoor ik dat zo dadelijk. Wie wenst in tweede termijn het woord? De heer Remmels. Dank u wel, voorzitter. De antwoorden gehoord hebbende, toch nog even, en daar hebben we het vorige keer wel over gehad misschien, maar ik probeer toch nog een keer daar duidelijkheid over te krijgen. Want natuurlijk zit er altijd een angst voor ontwikkelingen in de toekomst. En daar hebben we het vorige keer ook al een keer over gehad. Zowel ongewenste ontwikkelingen in bedrijfsmatige ontwikkelingen,
Ja, er werd net al de groene kentekenplaten werden al even aangehaald. En ook daarnaast nog eventuele verzoeken van de projectontwikkelaar over het overgebleven gebied, wat natuurlijk daar ook nog tussen ligt. Zijn wij in staat om, als we dat vaststellen als zijnde ongewenste ontwikkelingen, zijn we dan in staat om die nog ten alle tijde hier in de Raad of op een andere manier tegen te houden? Dat was nog een aanvullende vraag. Mevrouw Schunselaar. Ja, dank u voorzitter. Ik zou nog graag een reactie horen van de wethouder. Eigenlijk op min of meer de stelling die de inspreker zei van concreet komt op neer. Het zienswijzeverslag, heeft dat een andere procedure doorlopen dan normaal gebeurt? Dat is eigenlijk concreet mijn vraag. Dank u. De heer De Vries van de Bles. Voorzitter, ik heb meerdere vragen gesteld. Ik besef dat de wethouder van mening is dat hij die in zijn betoog beantwoordt. Ik heb niet dat gevoel, maar ik herhaal de eerste vraag maar, want daar heeft hij wel iets over gezegd. Wat is de reden dat de brief die de omwonenden specifiek aan de raad gericht hebben, dat die niet bij de raad terechtgekomen is? Het woord is aan wethouder Ter Kust. Voorzitter, dan begin ik met die laatste. Mij is een brief gericht aan de raad niet bekend. Er is, voor zover wij weten, een zienswijze ingediend en die heeft aangetroffen conform, inclusief de beantwoording. Ik heb zojuist nog... Kunt u mij dan aangeven waar in uw tekst de zienswijze van de appellant is? Want dit is namelijk een tekst die samengevat is door uw schrijver van het stuk. Voorzitter, de tekst die ik heb is de enige tekst die ik heb en dat is de conclusie en de verwoording zoals de ambtenaar die opgesteld heeft, inclusief de beantwoording. Moet ik dan nu concluderen dat u zelf het stuk niet eens gezien heeft? Voorzitter, u haalt een brief aan die aan de raad gestuurd is, die ik niet gezien heb. En als... Voorzitter, zelfs de Griffie heeft die brief niet gezien. Mag ik even interroeperen? Want ik heb twee vragen, voorzitter, ook naar aanleiding van dit. Want in mijn optiek is het gebruikelijk hier dat zienswijzes verwerkt worden in het voorstel. Ik heb nog nooit anders gezien. Voorzitter, en mocht het anders zijn, hoor ik het graag van de wethouder. En het tweede is de vraag die ik via u, voorzitter, aan de griffier wil stellen. Is er bij de griffier bekend dat er een brief aan de raad is binnengekomen met de toelichting aan de raad over deze zienswijze? Het antwoord van de griffier is nee. En dan geef ik nu het woord aan wethouder Ter Kust. Voorzitter, ik krijg zojuist weer bericht van mijn externe geheugen. De zienswijze is gewoon aangeleverd bij de stukken. En het klopt, meneer De Jonge, dat de zienswijze wordt samengevat en verwoord in de stukken zoals ze zijn aangeleverd, inclusief de beantwoording. Dat is gebruikelijk in dit huis, dat we dat op die manier doen. En dat is gelijk een antwoord op uw vraag. Meneer Remmers, die had het over van wat hebben wij aan instrumenten, dat zijn de toelichting bij het bestemmingsplan. Daarin staat precies geregeld, artikelsgewijs, wat wel en wat niet is toegestaan. Wat is toegestaan is een bedrijf aan huis. Het mag niet meer omvatten, pak me niet om een paar meter. Het is 40 of 45 vierkante meter bedrijf aan huis. Punt. Ik dacht dat het was categorie 2 maximaal. Punt. Al het overige is strijdig met het bestemmingsplan. Op het moment dat wij signalen krijgen dat er strijdigheid plaatsvindt met het bestemmingsplan, dienen wij handhavend op te treden. In december bereikte mij het bericht dat er aanplant zou zijn in strijd met het bestemmingsplan. Ik heb onmiddellijk per keer in de post binnen een kwartier, en daar heb ik ook de informant over geïnformeerd, de handhaving ingeschakeld om te kijken wat hier aan de hand was. Voorzitter, en dan ga ik ervan uit dat handhaving, en dat hebben ze de eerste keer ook gedaan, dat ze dan de zaak stopleggen en dat er actie wordt ondernomen. Ik kan me niet aan het gevoel onttrekken dat we een klein beetje komen in een sfeer van een hetsen. We hebben het geprobeerd om het zo netjes mogelijk en zo juist mogelijk en zo correct mogelijk aan te vliegen, en ieder van alle informatie te voorzien. En daarbij, waar wij vonden dat het stuk mank liep, daar hebben wij zelfs een extra periode ingelast door het stuk terug te trekken en het wel zo neer te leggen dat het klopt met de feiten en met de werkelijkheid. Ten aanzien van het stuk grond wat nu tussen appellanten ligt en de planindiener, dat is gronden die... Van, ik dacht Credo dat die in het verleden daar een plan voor hebben ingediend. Dat is weidegrond. Daarvoor geldt het volgende. Een ieder in deze gemeente mag een perceel dat in zijn of haar bezit is, een verzoek indienen, een principeverzoek tot wijziging en bestemmingsplan.
Dat is eerst een principeverzoek, dat gaat langs het college en vervolgens uiteindelijk gaat het via een lange procedure naar de raad en de raad besluit uiteindelijk. In dit geval zou dus de eigenaar van dat perceel een verzoek tot woningbouw moeten indienen, want daar gaat het om, een verzoek tot woningbouw moeten indienen bij de gemeente. Er spelen twee dingen. Daar gaat de raad over. Eén. En het meest belangrijke, al zou de raad willen, u hebt die ruimte niet in uw harde plancapaciteit. Nu niet, de komende 5 jaar niet. En daar komen we straks in maart nog met elkaar over te spreken. De komende 10 jaar niet. En op het moment dat er wel ruimte is, dan hebt u andere verplichtingen. Blijkens, als u de Grekse goed heeft gelezen, blijkens de Grekse. Namelijk dat u nog een plan heeft en dat heet Vlierlanden 2. Tot zover mijn beantwoording, voorzitter. Dan concludeer ik dat we hiermee aan het eind zijn gekomen van deze vragenronde. Ik ga ervan uit dat het stuk als een bespreekstuk naar de raad gaat. En nou wil ik graag een van de beide insprekers nog de gelegenheid geven om gedurende 1 minuut nog even een reactie te geven. Want beide spreken namens de bewoners. Het woord is aan mevrouw Ter Beek. Ja, nog steeds houden wij het erop, die hele notitie waarop dit nu gebaseerd is, oftewel de samenvatting zoals die is gemaakt, is absoluut niet goed verwoord. Is absoluut niet hoe wij de zienswijze hebben ingediend. En die zienswijze heeft u dus niet gehad. Dat hebben wij een mails van met de griffie. U heeft hem niet gekregen. Handhaving is niet. Ze zijn langs geweest, dat klopt. Maar verder niks. En het gaat nog steeds. Ik heb gisteren een ambtenaar aan de lijn gehad en die zei ook: ja, maar we kunnen er verder niks aan doen. Nou, dat is niet volgens mij hoe wij normaal aan de regels voldoen. En dan alsnog het bouwplan. Er is niks ingediend, dus we weten helemaal niet wat het gaat worden. Dus we weten helemaal niet hoe hoog het straks wel gaat worden en waar het precies gesitueerd gaat worden. Dus we maken nu alsnog een besluit wat nergens op gestoeld is. Dan is dit agendapunt behandeld en gaan we over naar het volgende agendapunt. De lelieteelt zal ik het maar kort weg noemen. En het woord is aan de heer Korten namens Vitens. U hebt 5 minuten, meneer Korten. Het woord is aan u. Hij staat aan, geloof ik. Ja. Dank u wel, voorzitter. Geachte commissie, mijn naam is Gerber Korten. Ik ben strategisch omgevingsmanager bij Drinkwater Vitens. Vitens maakt dagelijks het kraanwater voor 5,6 miljoen Nederlanders. Waarschijnlijk bent ook u alle klant van ons. Elke dag draait u de kraan open. En ik durf toch wel te stellen dat niemand van u 's morgens denkt als ze de kraan opendraaien van: hé, kan ik dit water wel drinken? Is het wel veilig? Word ik er niet ziek van? Dat lijkt vanzelfsprekend, maar helaas is dat niet zo altijd zo. Excuses. Ja, ik zat te denken, zal ik het doen, maar ik denk dat ligt te veel voor de hand. Ja, nou, kijk dan. Dank u wel. Ja, dat hoor ik dan wel te vragen, is het kraanwater. Dank u wel. Alle 18.000 inwoners en ook bedrijven van de gemeente Ommen krijgen hun dagelijkse kraanwater van onze drinkwaterproductielocaties Witharen en Argemerberg. Naast de gemeente Ommen leveren deze locaties samen met Hammervlier drinkwater aan Nijverdal, Dalfsen, Hardenberg, Tebergen, Hellendoorn en de Twenterand. Alles bij elkaar zo'n 175.000 mensen in deze omgeving die afhankelijk zijn van deze locaties voor hun drinkwater. We maken het kraanwater hier vanuit grondwater. Onze grondwaterbronnen staan echter in deze tijden behoorlijk onder druk. De helft van onze bronnen in Nederland treffen wij al resten aan van bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en overige bodemverontreinigingen. Deze stoffen zuiveren eruit
Maar dat kost veel tijd, geld, energie en is niet duurzaam. Het kraanwater wat uit uw kraan komt is gewoon nog goed, maar helaas de bronnen niet overal meer. Wij staan voor het water, wij hebben liever een schone bron. Ik neem aan dat u ook liever vanuit een schone bron drinkt. Een voorbeeld van een bedreiging is de sierteelt, waaronder nu ook in Ommen. Onze bronnen in Ommen zijn kwetsbaar. Ze liggen in zandgronden en er zijn geen beschermende lagen aanwezig. Dat wil zeggen dat verontreinigingen van het oppervlakte eenvoudig en snel het grondwater ten behoeve van drinkwater kunnen bereiken. Sierteelt is een teelt waarvan bekend is dat er veel schadelijke bestrijdingsmiddelen bij worden gebruikt. Tot wel 50 keer zoveel als bij grasteelt. Ja, een groot deel van deze stoffen zijn minerale olie, maar uiteindelijk komen er nog steeds veel meer schadelijke stoffen in het grondwater dan bij grasteelt. Deze stoffen willen we niet in de bron van ons dagelijks kraanwater hebben. Daarom zien wij als Vitens liever geen sierteelt bij onze drinkwaterproductielocaties. De keuze die u maakt heeft invloed op de toekomst. De stoffen die vandaag in het milieu terechtkomen, treffen we soms pas over tientallen jaren, op verschillende locaties zelfs pas over honderden jaren, nog steeds aan in onze drinkwaterbronnen. Vergeet niet dat drinkwater een eerste levensbehoefte is. Het belang van de sierteelt nu en schone bronnen straks is een belang van een keuze tussen de korte termijn en de lange termijn. En een schone bron is ook op lange termijn van levensbelang. Resten van bestrijdingsmiddelen zijn na gebruik niet weg. Deze komen dus in de bodem en dus in de watercyclus terecht. We zijn niet tegen sierteelt. Maar onder het adagium wat er niet in zit, hoeft er ook niet uit, wil ik u vragen om te voorkomen dat de bestrijdingsmiddelen in de bron van het drinkwater van u en uw inwoners terechtkomen. Het kraanwater is van ons allemaal, ook van u als klant, maar ook van u als gemeente, als aandeelhouder. Ik doe daarom een beroep op u. Neem geen risico met het kraanwater en bescherm het voor nu, maar ook voor onze generaties na ons. Ik dank u wel. Vragen voor meneer Korten. Meneer De Jonge. Ja, ik heb één vraag, voorzitter. En ik hoop dat die door u beantwoord kan worden. En dan misschien ook het college wel. Want als ik me goed herinner is er rond 2010, 2011 door de Gezondheidsraad... is er door de staatssecretaris Dijksma toen die tijd aan de Gezondheidsraad een advies gevraagd... over de teelt van onder andere lelies... Die heeft de Tweede Kamer teruggestuurd dat er een vervolgonderzoek moest komen. Is daar al een rapport van? Er zijn heel veel rapporten, maar dan heb ik iets meer informatie over welk rapport exact. En daar moet ik dan even op terugkomen. Die zal ik nog naar u toe kunnen sturen als wij hem hebben. Ja, ik heb hem niet exact bij de hand. Ik was heel nieuwsgierig, want in 2011 is het even geparkeerd. Volgens mij was het rond de verkiezingen. En is er daarnaast in 2014, als ik me een klein beetje mijn geheugen opfris, is er een nieuw rapport aan de Tweede Kamer gepresenteerd. En vandaar de vraag, want ik weet niet wat de Tweede Kamer daarmee gedaan heeft. Want er staat ook wat in over waterwindgebieden en ook over de gezondheid van bewoners omwonenden. Dan zijn er verder geen vragen voor u, meneer Korten. Dan mag u uw plaats weer innemen. En eventueel straks aan het eind van de vragenronde nog een minuut het woord. Wie wenst hier over de wethouder te bevragen? De heer Van der Mooren. Dank u wel. Het moet geen gewoonte worden dat ik als eerste ben. Dan kan ik niet meer nadenken. Nou, ik heb vanavond gekozen voor senioriteit en... Zo kan die wel. Maar dank u wel voor het woord. Vorig jaar heeft de Raad van State dus uitgesproken dat wij hier in Ommen een nieuw besluit moeten nemen. En met name, als ik het goed heb begrepen, ging dat om onvoldoende onderzoek als onderlegger voor dat besluit. Alweer, onze enige vraag is, omdat we nu een nieuw besluit aan het voorbereiden zijn... Wat geeft ons de zekerheid, of voldoende zekerheid, dat het nu te nemen besluit voldoende onderbouwd is? Wat is daarin gewijzigd? De heer Remmels. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zal niet dezelfde vraag stellen, dus ik zal er toch een andere van maken deze keer. Want op zich, ook dit agendapunt heeft natuurlijk eerder hier, inderdaad hier logischerwijs op de agenda gestaan. En de standpunten zullen daarin van de meeste partijen niet erg gewijzigd zijn.
Desalniettemin toch twee vragen. Het besluit van de Raad van State was van juni 2006 en daar stond erin dat het binnen 26 weken een nieuw besluit moest genomen worden. Dat is ons niet gelukt. Ik was even nieuwsgierig van waarom is ons dat niet gelukt. Ik bedoel, ik denk dat we toch als gemeenteraad, als overheid het goede voorbeeld moeten geven bij dit soort aanwijzingen die we krijgen. Dat vind ik eigenlijk een technische vraag. Die had u in het vooroverleg aan de ambtenaren moeten stellen. Had gekund. En de tweede vraag, voorzitter. Ook in de stukken staat dat de drinkwatergebieden verspreid liggen over meerdere gemeentes. En ik was dus wel nieuwsgierig van, wij gaan nu een besluit nemen dat iets wel of niet mag. En straks kijken we een kilometer verder en dan zitten we in een andere gemeente. En ik vroeg me dus af in hoeverre dat afgestemd is en of daar de besluitvorming ongeveer in dezelfde lijn liggen als wat hier de bedoeling is. Tot zover, voorzitter. De heer Moerman. Ja, om het kort te houden, ik kan me aansluiten bij de vraag van de heer Van den Boren. Mevrouw Schunselaar. Voorzitter, als ik het goed begrepen heb, we hebben dus een besluit genomen. De Raad van State heeft dat teruggezegd van het is niet correct. Inhoudelijk moet je dat beter onderbouwen. Dus als ik het goed begrepen heb, komen wij nu vanavond niet terug op dat besluit. Alleen de onderbouwing moet beter. Ik begrijp dan alleen niet, dat is mijn vraag. Er is wel met Vitens gesproken. Dat heb ik gelezen en ook nog met de zierteeltorganisatie is er wel eens. Waarom is daarmee gesproken terwijl het eigenlijk gaat om een besluit wat genomen is 2 jaar geleden, een raadsbesluit, een unaniem raadsbesluit, om dat beter te onderbouwen? Dat begrijp ik even niet. Zou ik graag een antwoord op willen hebben. Dank u wel. De heer De Vries, Robles. Voorzitter. Dank u voor het woord. Ik had nog even iets in mijn mond, maar dat is inmiddels opgelost. Kan de wethouder mij nog even uitleggen wat nou precies de reden is dat wij hier voor ten tweede malen dit verhaal moeten houden? En ben ik de goede mening toegedaan dat dat veroorzaakt werd door een omissie onzerzijds om op de kaarten die bij het voorstel gevoegd waren de juiste intekening te geven? Nou, dat is een randje technisch. Maar goed, van... Ja. Om. Nee, maar kijk, met name die laatste vraag, die had u ook aan de ambtenaren weer kunnen stellen. En die mensen die zitten hier vanavond aan tafel en ik heb maar weinig collega's er naartoe zien gaan. En dan denk ik van, moeten we dat nou doorvoeren, dat ambtenaren hier komen, of moeten we daar een punt achter zetten? Want kennelijk maakt niemand daar gebruik van. Het woord is aan de fractie van de VOV, de heer De Jonge. Ja, voorzitter, ik wil mijn voorgaande spreker niet in bescherming nemen, maar er waren een aantal mensen die hier aanwezig zijn die vanavond iets anders te doen hadden en daardoor niet bij de ambtenaren binnen kunnen lopen. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat er dan ook op het randje wat technische vragen... Ik hoop dat ik geen technische vragen heb en als het is, dan laat u mij dat vast wel weten. Want ik keek een beetje op, voorzitter, toen ik een aantal maanden geleden de uitspraak van de Raad van State toegemaild kreeg. En is het juist dat ik daarin las dat... De bezwaar wat wij ingediend hebben alleen gebaseerd was op verontreiniging van grondwater. Want voorzitter, waarom vraag ik dat? Als ik me goed herinner dat zelfs voor de tijd dat ik in deze raad kwam in 2010... is er door de gemeenteraad besloten in bestemmingsplan buitengebied om geen sierteelt toe te staan. En dat had met te maken met de landschappelijke waarde, verontreiniging van oppervlaktewater, maar ook de gezondheid van de omwonenden. En voorzitter, als ik me goed herinner, is dat een keer later bevestigd in deze raad dat wij dat bij het bestemmingsplan buitengebied zouden hanteren. Dus de vraag is, A, is het zo dat er alleen geprocedeerd is op verontreiniging van oppervlaktewater? En als dat zo is, waarom zijn die andere argumenten niet meegenomen? En dan een vervolgvraag erop, is het mogelijk om... Wanneer wij akkoord gaan met degene wat ervoor ligt, door het college een nieuwe procedure opstart, om daar ook de gevaren van gezondheid mee te nemen. En ik begreep net, ik zag net via u, voorzitter, de wethouder knikken, dat hij wel in bezit is, of dat we hier in het gemeentehuis wel in bezit zijn van het rapport van de gezondheidsraad voor een vervolgonderzoek. De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Ik kan kort zijn. Onze vraag is inmiddels gesteld door de heer Van der Moor en meneer Remmers samen. Dank u wel. Het woord is aan wethouder Te Keurst. Naar aanleiding van de inspraak
stelde de heer De Jonge een vraag ten aanzien van de besluiten die successief zijn genomen in de Kamer. In het rapport was verwezen naar de RIVM. Die heeft onderzoek gedaan en die heeft een 40-tal aanbevelingen gedaan om het drinkwater te beschermen. En in de top 10 van die aanbevelingen staat, als je geen sierteelt hebt, moet je het ook in principe niet toestaan in verband met het gevaar, het risico voor de drinkwatervoorziening. Daartussendoor loopt een ander rapport dat aangeboden is aan de Kamer, waarvan de minister heeft gezegd dat gaan we nader onderzoeken. En dat is het vervliegen van het gewasbeschermingsmiddel. Laat ik het zomaar even noemen. Daarvan zijn verkennende onderzoeken geweest en daarvan zou de conclusie kunnen zijn dat dit een bedreiging zou kunnen zijn voor de volksgezondheid wanneer het een x-aantal micro-eenheden per kubieke meter lucht zou omvatten. Dat onderzoek is pas in 2016 opgestart en dat onderzoek dat loopt nog en dat zou zijn afronding moeten krijgen in 2018 voor zover ik geïnformeerd ben. En daarover hebben wij een collegestuk en volgens mij ook een stuk aan de raad gehad, dacht ik, bij een tussentijdse evaluatie en daarover bent u geïnformeerd. En dat stuk ging ook over de hoeveelheden kilogrammen die gebruikt werden aan gewasbeschermingsmiddelen. Dat was 1 kilogram per hectare voor gras, 5 kilogram voor mais, 15 kilogram per hectare voor aardappel. En dan was het nog op basis van de oude cijfers van 2014, ik dacht 75 kilogram gewasbestrijdingsmiddel per hectare bij de sierteelt voor bollen en akkerbouwmatige lelieteelt. En voor zover ik weet loopt het onderzoek naar wat u bedoelt, die vervluchting in de lucht, loopt nog steeds. Het is mij niet bekend en het is mijn ambtenaar. We hebben overleg gehad, vrij recentelijk nog, met zowel Vitens als met de KNVB en met LTO. En het was geen van ons allen bekend dat er al een uitsluitsel was ten aanzien van de vervluchting in de lucht. En voor zover ik weet loopt het onderzoek nog steeds. Meneer Van der Moor, wat moesten we doen? Artikel 52.2 van het besluit wat ooit wordt genomen is, dat was gespecificeerd op een aantal rapporten. En specifiek op een rapport voor sierteelt op de Veluwe. En daarvan heeft de rechter gezegd, dat is niet voldoende. Daar haal ik een streep door. U moet het enten op de lokale situatie. Dat hebben we gedaan, althans geboogd. Daarvoor hebben we onder andere de hulp ingeroepen van Vitens. Want die zijn ter plekke kundig. Die kennen de bodemgesteldheid, die kennen de waterstromen, ondergrond, et cetera. Die moeten vaststellen, op basis van hun inzichten, dat waar elders in de landen sprake is van beschermende lagen, denk dan aan bijvoorbeeld kleilagen die in de onderbodem zitten, dat die hier nagenoeg ontbreken. Waardoor er een extra risico is, extra gevaarzetting ten aanzien van het drinkwater, wanneer bestrijdingsmiddelen onbeperkt gedurende tientallen jaren de bodem kunnen infiltreren. En waarom hebben we dan beide partijen gehoord? Dat is volgens mij een gangbaar gebruik om hoor en wederhoor toe te passen. Ondanks dat de rechter heeft gezegd, van je moet een nieuw besluit nemen. En dat moet je doen op basis van wat je lokaal aantreft. Dat hebben we gedaan. Maar we vonden dat beide partijen moesten kunnen aangeven waarom wel en waarom niet. En dat hebben ze allebei gedaan. Je komt heel snel in een wel eens niet eens verhaaltje. Maar wij hebben gezegd, voor ons zijn er een aantal punten. Dat is de drinkwaterwet. Dat is kaderrichtlijn water. Dat is onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de bescherming van grondwater. Wetende dat de beschermende laag in onze drinkwatergebieden ontbreekt, maakt dat wij zeggen, wij vinden dat we dit verbod moeten gaan handhaven. En ja, in onze nabuurgemeente, en dan hebben we het over Harderberg en Twenterand, daar gelden andere regels, maar daar is wel de regel het stand-still principe van kracht. Nu wil het geval dat ongeveer net voordat de rechter de uitspraak deed en het ons verbod vernietigde, dan wel terugwees naar de raad, dat ook een procedure is opgestart in Twenterand. En die gaan uit van het stand-still principe. Toen wist Vitens nog niet van deze situatie. We hebben dit nu voorgelegd, teruggelegd bij Vitens. Wat gaat u nu doen? We hebben teruggekregen van Vitens dat zij bezwaar zullen aanmaken, althans zullen vragen bij ter inzagelegging, om ook daar in Twenterand een verbodsbepaling op te nemen voor sierteelt. Omdat het gebied niet ophoudt bij Beerseveld. Nee, ten zuiden van Beerseveld, oostelijk van Den Ham, loopt het gewoon door. En dat is hetzelfde gebied met dezelfde risico's en dezelfde kwetsbaarheid.
moet ik het uit mijn hoofd doen, want ik heb het hier niet zo snel bij de hand. Dat in wat Twenterand heeft aangegeven als zijnde bepalingen, dat ze daarin een verbod opnemen dat er geen middelen mogen worden gebruikt die de kwaliteit van de grondwater aantasten. En ik kan zorgen dat u dat via de mail krijgt, dan bent u volledig geïnformeerd, heeft u alle informatie. En dat knelt. Want hoe kun je gewasbeschermingsmiddelen toepassen, terwijl je de opdracht hebt om de kwetsbaarheid weg te nemen en de conditie van grondwater te respecteren, dan wel te garanderen. U stelt ook de vraag, binnen 26 weken, als het goed is, hebt u van ons een raadsbrief ontvangen waarin we uitleggen dat we die termijn niet halen. Mede op basis van dat we de gesprekken nog moesten, die hebt u gehad volgens mij, die raadsbrief. Daarin hebben we uitgelegd dat we die termijn niet zouden halen, dat we zouden streven in de gesprekken ook november, december, dan wel januari, plus het aanbieden aan de commissie van de stukken behorende bij de herziening van het bestemmingsplan. Dus dat hebben we aangeleverd en dat had ermee te maken dat we hoor en wederhoor wilden toepassen plus een goede onderbouwing wilden hebben. En die onderbouwing zat ook bij de stukken, dat was een tweetrapsraket van Vitens. En dan heb ik deels de vraag ook van de heer De Vries Robles beantwoord. Het ging niet zozeer om de inkleuring, maar het ging omdat er als argumentatie een onderzoek was gebruikt voor de Veluwe. En daarvan heeft de rechter gezegd, dat is wat mij betreft niet acceptabel. Dan vraagt de heer De Jonge nog naar de procedure voor het oppervlaktewater. Daarover vraagt hij mij, ik heb werkelijk geen idee. Onze ambtenaar heeft meegeschreven. Ik stel voor dat u allen die beantwoording schriftelijk krijgt, nog voor behandeling in de raad. En kunnen we de gevaren van de volksgezondheid ten aanzien van de vervluchting meenemen? Daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. Dat durf ik niet met zekerheid te stellen. Tot zover, voorzitter. De tweede ronde. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, wellicht geen vraag, maar de beantwoording was in principe helder. Ik zou toch willen vragen in de motivatie, dat heb ik ook aangegeven in de eerste termijn, om daarin mee te nemen. En ik heb inmiddels het rapport gevonden, gewasbescherming en omwonen, dat is van de Gezondheidsraad, wat in de Tweede Kamer behandeld is op 29 januari 2014. En daar staan wel degelijk wat aanbevelingen aan, ook de risico's die er is. Ik heb het inmiddels, ben ik ook al zo vrij geweest om naar u te mailen. Maar in ieder geval, want dat is ook hetgene, want als ik me goed herinner, bij de vorige behandeling hebben er een paar insprekers hebben er hier gestaan en die hebben daar ook op ingezoomd. Van wat betekent het voor ons als je dicht bij zo'n kavel woont en er worden allemaal van die middeltjes opgespoten. Dus de vraag is of die dat mee wil nemen en ook bij de motivatie op wil nemen. Mag ik daar even op ingaan, voorzitter? Ik weet niet of dat juridisch kan. Dat wil ik laten onderzoeken of wij die juridisch kunnen laten meenemen. En ik heb hem hier inderdaad nu voor me van de Gezondheidsraad, maar dat had ook te maken met die vervluchting van die middelen voor de omwonenden. Want ik meen mij te herinneren, maar er is in de overlevering dat iemand uit Beerzen daarin het voortouw heeft genomen. Samen met een stichting Hardenberg en omstreken ten aanzien van deze problematiek. Dat laat ik voor u onderzoeken. Dan is er nog één ding, voorzitter. Dat ik met, en dat moet ik even zeggen, want ik zie hier beide zitten, zowel Vitens als de vertegenwoordiger van de KNVB. Ik heb met beide afgesproken dat ik een tweesporenbeleid wil gaan uitzetten. Ik zet deze procedure door. Daarnaast wil ik beide partijen bij elkaar brengen en ik wil dat doen met iemand of een instelling die ter zake kundig is. Bijvoorbeeld de Universiteit van Wageningen, om te kijken waar staan we nu. Waar zouden we over een paar jaar staan, wat zou er mogelijk zijn en wat is er absoluut niet mogelijk. Eerst verkennend. En daarna richtinggevend. Dat is een tweede spoor. Dat gaat nog wel een aantal jaren duren. Want daar heb ik ook bijvoorbeeld de uitkomst van deze rapporten. En het rapport wat nog in de maak is, heb ik daarvoor nodig. Tot zover, voorzitter. Dan concludeer ik dat dit stuk als bespreekstuk naar de raad gaat. Want er komt nog wat aanvullende informatie. Dan gaan we nu naar agenda punt 4. Vaststelling afsprakenlijst raadscommissie de datum 12 januari 2017. Er zijn geen op- of aanmerkingen gedaan, dus wij kunnen dat vaststellen. Bij deze is dat vastgesteld.
Dan gaan we nu over tot agenda punt 7. De algemene verordening ondergrondse infrastructuur. Wie wenst daarover vragen te stellen? Niemand, dan concludeer ik dat dat als hamerstuk naar de raad kan. Dan gaan we over naar agenda punt 9. Aanvraag suppletie in zaken opsporing en ruiming explosieven. Oh nee, 8. De bouwmeester. Ja, de bouwmeester. Iemand op of aanmerkingen? De heer Van der Mooren. Dank u wel. Misschien ook de enige. Hier, meneer de voorzitter, doet zich iets vergelijkbaars voor wat we ook wel zien bij een gemeenschappelijke regeling. En we hebben het hier over het via het oversticht dezelfde personen als stadsbouwmeester, dezelfde personen als de gemeente Hardenberg, onze buren. En in Hardenberg vraagt men zich alleen af wat een bouwmeester doet, een stadsbouwmeester, en heeft men helemaal geen problemen met de wijziging zoals die is voorgesteld, dus geen moeite met het voorstel. En ook de fractie van de ChristenUnie wil best samenwerken met Hardenberg, zoals je weet. En stellen voor om van dit agendapunt gewoon een hamerstuk te maken. Dank u. Goed. De rest sluit zich aan. En de rest sluit zich daarbij aan. Ja. Dank voor het voorstel. Ik wil graag dat die witte huizen toestaat. Wat zei u, meneer De Vries? Witte huizen. Witte huizen, dat is ergens een plek, dacht ik, in Nederland. Maar goed, van daar wil ik af zijn. Dan gaan we over naar de suppletie in zaken opsporing en ruiming explosieven. Daar is die dan. Meneer Van der Mooren, doe u weer een voorstel? Dank u wel voor het woord, meneer de voorzitter. Maar ik heb begrepen intussen dat collega's een soort gelijke opmerking hadden bij dit agendapunt bommen en granaten. En dat bij lezing van het raadsvoorstel we trouwens wel wat vreemd opkeken over de volgorde van de dingen. En kennelijk is het hier een achterafconstructie, zo noemen we dat maar. En we begrijpen dat we de provincie met onze medewerking een plezier zouden doen. Maar we hebben wel de vraag waarom de provincie dan niet eerder met dit verzoek is gekomen. Dat bevreemde ons een beetje. We menen overigens ergens gelezen te hebben dat investeringen in de vaarwegen in Overijssel niet dat resultaat hebben gehad wat we met elkaar voor ogen hadden, maar dat even terzijde. De regeling voor ons is budgetair neutraal, zo zegt het voorstel. Maar we hebben dan wel de vraag of de ambtelijke inzet dan niet meer meetelt, want dat zit er natuurlijk wel tussen. Graag een reactie. Verder nog iemand vragen? De heer Remmels. Ja, een hele korte vraag. Ik was heel erg nieuwsgierig naar de mening van onze eigen bommenberend over dit onderwerp. Dus verder niks. Bommenberend komt uit Groningen. Nee. Het was de bisschop van Utrecht. Ja, nee, goed. Maar in ieder geval niet uit Haren. En ik kijk nog even rond. Verder nog iemand? Ja. De fractie van de VVD. Ja, een beetje aansluitend op de vorige vraag, maar een beetje de hoop op een bevestigend antwoord of het goed begrepen heb, of ik het goed begrepen heb. Wij krijgen het geld pas als we erom vragen. Dat bevreemdt mij, want ik heb als kind anders geleerd. Maar goed, het zal zo zijn. Dan de vaststelling dat het inderdaad 70% betreft. De provincie betaalt 30%, wordt een aantal percentages genoemd, komt het erop neer. Wij vragen om 70%, die krijgen wij. De provincie betaalt de overige 30%. Ergo, de provincie betaalt via het Rijk totaal 100%. En is dus voor de gemeente geen kosten. Als dat het geval is, dan volstaat een simpel ja. Dank u wel. Ik heb van de redenering weinig gesnapt, maar ik hoef de vraag ook niet te beantwoorden. Het woord is aan de deskundige van bommen en granaten. Dank u, voorzitter. U legt nu de lat wel heel hoog voor mij. Maar goed, eigenlijk is het een heel raar voorstel, als ik heel eerlijk ben. Want het is een beetje een antieke werkwijze, zou je haast kunnen zeggen.
Want de provincie wil graag werk doen, loopt aan tegen een verdachte situatie, waarover het niet zo raar is. Want als je een willekeurig kanaal in Nederland gaat baggeren, dan loop je hier waarschijnlijk tegenaan. En moet dan via de gemeente bij het Rijk om een bijdrage vragen die dan vervolgens ook eigenlijk gewoon verleend gaat worden. Je zou zeggen dat zou wel iets efficiënter kunnen. Maar goed, dit is nu helemaal de werkwijze. Ja, je zou kunnen zeggen, waarom zouden we eraan meewerken? Want de behandelend ambtenaar zit daar op de tribune en dat kost hem in ieder geval al vanavond en het schrijven van het stuk. Dus dat heeft ongetwijfeld een klein beetje tijd gekost. Nou, die gaan we niet in rekening brengen. Maar we hebben natuurlijk zelf ook wel een belang. Kijk, het kanaal loopt door onze gemeente. We willen zelf graag dat die veilig is. Nou, dan moet het spul er gewoon uit. De provincie is nu aan het werk, dus het is het goede moment. Ik snap ook wel de vraag van de heer Van der Mooren van, goh, komt het dan zo in één keer boven water? Ja, eigenlijk wel. Hè? Omdat de provincie dus nu aan het werk gaat en dan lopen ze hier tegenaan. Dan moet je zo'n onderzoek doen. Nou, en dan blijkt er wat te zitten. Ja, dat hadden ze misschien ook wel een beetje van tevoren kunnen verzinnen. Maar goed, ze hebben nu de gegevens boven tafel. Volgens mij moet je hier gewoon aan meewerken. Ik zal nog wel een keer mopperen over nou, dat dit toch wel een beetje een omslachtige manier is om iets voor elkaar te krijgen, juridisch administratief. En verder is het eigenlijk voor ons een nul operatie. Bezijden ze dus een klein beetje tijd voor de ambtelijke dienst. Veel meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen, voorzitter, vrees ik. Nog iemand in tweede termijn? Nee. Mag ik concluderen dat dit als hamerstuk naar de raadsvergadering kan? Dat zo zijnde gaan we over naar agenda punt 10, preventie en handhavingsplan. Wie wenst daarover vragen te stellen? Dat was een verrassing, voorzitter. Dank u. Nee, ik begrijp zijn bedoeling. Als ik wat zeg, dan gaat de rest gewoon mee. Doelstelling van het plan onderschrijven. Laten we daar maar gewoon mee beginnen. Maar we hebben wel een stuk wat vragen erbij. Het valt op dat het raadsvoorstel als het beoogd effect van het preventie- en handhavingsplan de integrale benadering noemt tussen preventie, en dat is dan die voorlichting en bewustwording, en handhaving als het gaat om middelenpreventie. Begrijpen we goed, meneer de voorzitter, dat als we letten op de inhoud van die voorliggende stukken, dat het alleen om alcoholbeleid gaat? Het suggereert namelijk een breder veld dan alleen alcohol, maar het gaat verder alleen over alcohol. Dan in de stukken die sprake van verschillende, ik noem ze maar monitormomenten. Het gaat om tijdseenheden over jaren. Het preventie- en handhavingsplan, dat heeft in Omme een looptijd van 3 jaar. Dan vragen we ons wel af, hè, dus nu gaan we kijken naar 17, 18, 19. Waarom is er dan sprake van terugkijken naar de eerste 3 jaar en vooruitkijken naar de komende 2 jaar? Is dit een verschrijving? Moet het niet gewoon 3 jaar zijn? Dat staat op pagina 1 in de eerste alinea. Dan op pagina 14, daar wordt het onderzoek van Windesheim genoemd. Daar is sprake van een onderzoekstermijn van 4 jaar naar het middelengebruik weer. Het middelengebruik in Omme. Levert tussentijdse resultaat bijstelling, die tussentijdse bijstelling, levert die geen knelpunten op? Omdat je toch voor een paar jaar een beleid hebt vastgesteld. Is er ruimte om die bijstelling wel te plegen? Bijvoorbeeld als het gaat om budgettaire bijstellingen, zo vroegen wij ons af. En om nog maar deze monitor te noemen, Ommen monitort per kwartaal de ketenpartners. Met de ketenpartners de gestelde doelstellingen. Dat is natuurlijk op zich goed. Maar het gaat ons even over die ketenpartners. Gaat dat om partijen zoals ze ook wel genoemd zijn, politie, jongerenwerk, horecanemers en organisaties? Of gaat het om beheerders van keten? Of is dat laatste gewoon een woordspelletje? Kortom, hoe monitort Ommen per kwartaal? En waar krijgt dat dan zijn plaats in zijn effect? Preventie, meneer de voorzitter, dat kan niet effectief zijn als niet gehandhaafd wordt. Dat zegt tenminste het voorstel op pagina 1, samenvatting derde alinea. Preventie kan niet effectief zijn als niet gehandhaafd wordt. De strekking van deze uitspraak die ontgaat ons werkelijk. Uiteraard is er een relatie tussen beide begrippen. Het een kan niet zonder het andere. En met dat laatste zijn we het wel weer eens. En dat staat op pagina 11.
Het een is niet afhankelijk van het andere, heeft wel te maken met het andere. En zoals de eerste formulering luidt, kan het een niet zonder het andere, is het een afhankelijk van het andere. Zo moet ik het duidelijk zeggen. Dan hebben we nog een opmerking in het kader van die permissiecultuur, zoals die wordt genoemd. En dan vragen we ons af wie die jongeren zijn die in 2.4 op pagina 7 worden genoemd. Of het nou alle jongeren in Ommen zijn of alleen de keetjongeren. En dan kom je weer op de vraag, is er eigenlijk wel bekend hoeveel procent van de Ommer jongeren naar de keet gaan? En hoeveel keten zijn er eigenlijk? Maar dat is een technische vraag, geloof ik. Die zal ik niet stellen, die vraag. Begroting, meneer de voorzitter, voor alcoholpreventie, weer alcohol, is jaarlijks €14.700 beschikbaar. En dan is onze vraag, wat doet Tactus voor die 10.000? Dat wordt op zich wel genoemd in de algemene term, maar graag iets concreter. En kan Tactus voldoende doen met het budget? En er is geen apart budget voor handhaving, staat er op pagina 15. En die laatste zin is eigenlijk wel een beetje merkwaardig. De laatste zin van die alinea. Eerst wordt aangegeven hoe dat handhavingsbudget in elkaar zit en dan volgt, maar dat doen we niet, want er is geen geld voor. En dat vond ik een beetje vreemd, want als iets nodig is, dan doe je dat en stel je dat aan de orde bij de begroting. Zoals gezegd, de doelstelling van het plan onderschrijven, maar dan stuiten we nog wel weer, en daar had ik eigenlijk misschien wel mee moeten beginnen, punt 2 van de voorgestelde besluittekst, die komt ons een beetje opvallend voor, om het zo maar eens te zeggen. Activiteiten voor te zetten en uit te voeren, dan zeggen we, wat betekent dit? De activiteiten voer je al uit, dus die hoef je niet voor te zetten. En als het gaat om activiteiten voortzetten of uitvoeren, keuzes maken, snappen we er nog minder van. Dus we denken dat daar bedoeld wordt het bestaande voor te zetten en nieuwe activiteiten uit te voeren. Maar zoals er zo staat, kan het niet. Dank u. De streektaal gaat iedereen op de keet aan dagelijks. De heer Remmels heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Ook de LPO heeft uiteraard kennis genomen en onderschrijft het plan. Toch ook wel een beetje geschrokken van een aantal cijfers. Drank maakt meer kapot dan je lief is. Waaronder de hersenen. De belangrijkste vraag die ik nog kan aanvullen, denk ik, als ik zo snel zie, is bij het eerdere jongerenbeleid heeft de LPO al aandacht gevraagd voor het creëren van alternatieven voor de jeugd. De groep tot 18 die niet de kroeg inkomt, die we ook niet graag naar die keet zien gaan. En toen hebben we gevraagd van, zouden we niet als gemeente eens kunnen kijken van of we daar alternatieven voor kunnen creëren. Zodat we ze inderdaad toch buiten de drank kunnen houden, maar wel van huis af en toe kunnen helpen. Want dat willen ze dan toch. En we waren even benieuwd naar de stand van zaken op dat terrein. Met enige fantasie kan ik dat laatste onder het noemer preventie brengen. De heer Moerman heeft het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook wij onderschrijven het plan uiteraard. Wel even een vraag over, het gaat over preventie en handhaving. Er wordt een aantal pagina's ingezoomd over de handhaving tot zover. Er wordt eigenlijk inderdaad geconstateerd dat de handhavingsmaatregel niet wordt gehaald. Maar daarna gaat het weer een aantal pagina's over welke handhavingsactiviteiten er worden uitgevoerd. En dan kom ik ook bij de vraag van de heer Van der Mooren. Van welke gaan we nou nieuwe activiteiten ontplooien? Want we hebben net vastgesteld, geconcludeerd, dat de huidige handhavingsmaatregel helemaal niet gehaald wordt. En ook niet kan worden gehaald. Dus wat zijn de alternatieven? En welke nieuwe activiteiten in plaats van de bestaande activiteiten voor te zetten die niet voldoen, zoals ook in dit raadsvoorstel zijn beschreven? Dat was het. De heer Richard de Ruiter van de VVD. Dank u wel. Het plan, ik heb eerst over het plan een woordvraag, een taalvraag op bladzijde 7, 2.4, tweede alinea. Het kan zijn dat mijn iPad het anders weergeeft dan trokken ambtenaar bedoeld heeft, maar wat is bin gedrinken? Bins drinken. De hele fles in één keer achterover. Oké, okay, goed. Nou, dat ga ik dat weer. Ik heb. Bin, ik ga het meteen proberen. ik val niet onder de genoemde doelgroepen, dus ik kan rustig maar aangaan.
Oké, goed, daar zijn we dan uit. Dat is klaar. Maar nou even serieus. Als het gaat om de termen preventie en handhaving, dan kijk ik naar de bladzijden die over preventie gaan. Dan moet ons van het hart dat daar eigenlijk weinig concreets in staat als het gaat om wat is nou preventie vanuit de gemeente. Anders, en dan moet u me maar corrigeren als ik het mis samenvat. Anders dan dat de gemeente faciliteert op de manier van een bedrag van 15.000 euro te verdelen over twee instanties, Tactus 10.000 en een andere? Halt. 5.000 of net andersom. En voor de rest zie ik eigenlijk onder preventie geen concrete maatregel die vanuit de gemeente genomen wordt met een waaruit het preventieve karakter spreekt. Dat is één. Klopt dat? Of heb ik iets over het hoofd gezien? Tweede is, vorige spreker gaf het ook al aan, het gaat over alcoholgebruik. En af en toe wordt er in het rapport of in het plan iets genoemd over andere drugs. Ik mag toch hopen dat de gemeente zich bewust is van het feit dat er wel degelijk een toename is in de problematiek rondom andere drugs. Ik ben niet van de laatste ontwikkelingen op de hoogte, maar ik hoor wel het een en ander. Die zou nog eens groter kunnen zijn dan de alcoholproblematiek. Wat is daarvan de doelstelling in het kader van preventie en handhaving? Tot zover. Mevrouw Wennerts. Dank u, voorzitter. Ook wij, ik heb het plan doorgelezen, wij hebben het plan doorgelezen. En, de cijfers zijn soms deprimerend, maar ook even weer op de feiten gedrukt van hoe het gaat en staat. Ik heb wel de gelegenheid genomen om 7 uur met de betrokken ambtenaar te spreken over het stuk en hopelijk wat technische vragen weggenomen. Complimenten. Ik wil één notitie meegeven, is dat wat ik enigszins jammer vind, maar misschien is dat net langs elkaar gelopen, is dat wij straks eind maart de horecatour hebben, waardoor we achteraf vragen gaan stellen aan de horeca van hoe vinden jullie nu gaan. En nu alvast met de notitie bezig zijn. Voor een volgende keer is het misschien leuker andersom, want dan kun je er nog wat directer op inspelen. Verder vind ik de preventie- en handhavingsplan prettig dat het op jeugd gericht is, maar ik mis het stukje op een moment van 18 jaar. We hebben de boom verlegd van 16 naar 18 jaar met alcohol drinken. Maar wat gebeurt er dan? Je mag en sterke drank en de wat minder sterke drank in één keer drinken. En we laten ze los. Preventie proberen we nu om tot je 18e niet te drinken. Maar hoe pakken we het dan aan? Hoe gaan we de toekomst in? Dat is een stukje wat ik niet zie terugkomen daarin. De heer De Jonge. Voorzitter, als woordvoerder alcoholbeleid binnen de VOV heb ik geen vragen meer. Mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. CDA heeft nog wel een paar aanvullende vragen op de collega's. En het gaat met name om het preventieve deel van het plan. Want in het plan staat dat preventie staat voorop en handhaving komt daar pas achteraan. Alleen we lezen heel veel cijfers en theoretische beschrijvingen. En we hebben dan ook de vraag waarom is nu gekozen voor deze opzet en juist niet voor de verfrissende opzet zoals de gezondheidsnota zelf ook is opgesteld. Want hoe kijkt de gemeente nu als je het hebt over preventie en ook naar de permissiecultuur met name? Want je kunt inderdaad halt en tactus, maar dan zit je al in een bepaald circuit en dienstverlening, hulpverlening. En hoe kijk je naar de betrokkenheid ook vanuit het samen doen team? Of toch meer de transitie en transformatie, de combinatie functionarissen? Ik geloof dat de LPO het al zei van hoe kun je ook gewoon die activiteit aan de voorkant inregelen. En die verbinding, zeg maar, die integraliteit die wel genoemd wordt in de notitie, als zijnde belangrijk, lezen we niet terug in van welke stukken, behalve het wordt onder de gezondheidsnota gebracht. Dat vinden we jammer. Tegelijkertijd toch een punt van aandacht. Van waarom nu zoveel controles bij de zogenaamde schitterende woord paracommerciële horeca. En dan met name de sportkantines. En dit al meerdere jaren. Dan denk ik nou, wat is daar allemaal aan de hand? Wat ons betreft wordt dat absoluut te zwaar aangezet. Daar zou je wel van moeten afvragen van waarom is dat vanaf 2015, 16 en 17 nu een zwaar aandachtspunt, deze controles. En dan hebben we het over preventie. Volgens mij hebben we het niet meer over preventie dan. En dan toch die integraliteit. Nog één punt wat ik er net vergeten ben. Past dit nu ook binnen Vitaal Vechtal bijvoorbeeld of niet? En wordt die link gelegd?
Nou, dat even voor eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ik zal proberen zoveel als mogelijk de vragen te beantwoorden. Kom ik er niet helemaal uit als het gaat om de handhaving, dan heb ik altijd nog Bommen Berend aan mijn rechterzijde, dus dat komt helemaal goed. Voorzitter, het plan heeft inderdaad de bedoeling om een integrale aanpak met zich mee te brengen. Dus zowel preventie als handhaving. En dan zijn er natuurlijk vragen van, goh, maar waar blijkt dat dan ook concreet uit? Dat is iets wat ik wel van meerdere fracties heb begrepen. Laat ik toch even beginnen dan met de algemene vraag van de heer Van der Moorden. Van, gaat het dan wel iets over iets meer dan alcohol? Antwoord is ja, wel degelijk. Maar wel vastgesteld, en dat is natuurlijk ook gebaseerd op de deskundige commentaar onder andere vanuit de GGD, dat alcohol wel degelijk een heel wezenlijk probleem is. Andere fracties hebben er in feite ook al op gewezen. Van, weliswaar zien we dat, dat jongeren wel later beginnen met drinken, maar in algemene zin neemt het alcoholgebruik niet af. En dat is wel een zorgpunt. Dat is echt wel een zorgpunt. En hoe komt dat nou? En daar wezen zowel de heer Van der Moor als mevrouw Bakelaar op. Dat heeft dan toch ook iets wel van doen met de, wat dan zo moeilijk heet, de permissiecultuur. En we kunnen wel erg naar ouderen, of naar, sorry, naar de jongeren kijken, maar we moeten ook vooral naar de ouderen kijken. Want wat ik eigenlijk het meest verontrustende cijfer vond in het hele rapport, was dat meer dan de helft van de ouders het eigenlijk geen probleem vond dat kinderen onder 16 jaar dronken. Laat u dat cijfer eens een keer op u inwerken. Dat noemen we permissiecultuur. En dat moeten we inderdaad toch serieus nemen. En dat gaan we ook serieus nemen. En mevrouw Bakelaar vroeg van, goh, maar hoe ga je dat dan breed aanpakken? Wij gaan de ik-pas-procedure, u kent die ongetwijfeld, die gaan we ook echt proberen in om flink aan de man te brengen. Ik pas wil zeggen dat je gedurende 30 of 40 dagen, je mag kiezen, geen alcohol nuttigt. En in uw kring, ik weet het, is dat ook niet een gebruik, maar ik daag u uit. En om het goede voorbeeld te geven, ik ga er ook aan beginnen. Per 1 maart, inclusief mijn verjaardag, ga ik dus 40 dagen lang geen alcohol nuttigen. En ik hoop dat velen van u dat voorbeeld ook zullen volgen. Ik daag u uit. Bij de raadsbehandeling, dat zal dan inderdaad op weg naar, dat zal dan 2 maart zijn, gaan wij lijsten neerleggen. Mag u anoniem invullen of u meedoet. Als u daar vervolgens publiciteit aan wil geven, laten we dat aan u. Maar we gaan het uiteraard ook breder doen. We gaan natuurlijk ook breder kijken naar de verenigingen en wat iets meer zijn. Preventie, ja, daar gaat het om. En LPO vroeg er ook het aandacht voor, ook de VVD, van, maar wat voor preventie zien we dan? Nou, met name natuurlijk in de leefgebieden van kinderen. Hè, dus zowel de scholen als de sport. En dan snap ik de vraag van, goh, maar wat doet Tactus dan? Nou, Tactus doet daar hele concrete activiteiten. Tactus is op scholen bezig, met name de basisscholen, met een heel mooi project. Het heet Op Tijd Voorbereid, waar de schadelijke gevolgen van alcohol heel indringend worden getoond. Voor kinderen zeer aanstekelijk. Maar ook het mentale punt wordt gepakt. Want je wil niet weten hoeveel groepsdruk er is om zeg maar mee te doen met alcoholgebruik. En Tactus heeft daar een uitstekend programma op ontwikkeld. En die vindt dat dus uit op scholen. Maar Tactus is ook bezig op sportkantines. Tactus traint bijvoorbeeld de barvrijwilligers. Want ja, je zal maar eens barvrijwilliger zijn en er komen kinderen 18 jaar en 17 jaar. Ja, jammer dan, 17 jaar, je krijgt geen alcohol. Ja, dan moet je stevig in je schoenen staan. Goed dat dan ook training daarop is. En ja, ik snap wel, als je het zo leest, dat dan het beeld zou zijn. Die sportkantines die staan zo onder de loep. Is daar dan veel aan de hand? Hè? Dat was onder andere vraag van mevrouw Bakelaar. Nou, dat is niet zo, maar het is wel natuurlijk een potentiële bron. En het is goed dat er aandacht is. Mijn beeld is dat de sportkantines zeer verantwoord met deze problematiek omgaan. Je ziet in toenemende mate dat men zeer verantwoordelijk werkt. Vooral als het gaat om jeugdwedstrijden. Als het gaat om tijden waarop barren open en dicht gaan. Bij de wedstrijden, rondom de wedstrijden en wat is meer zijn. Maar je moet wel eerlijk zijn, je moet wel beseffen van ja, het is voor de sportvereniging wel een melkkoe.
is een beetje dubbel. Dus ja, dat daar aandacht voor is, dat lijkt mij belangrijk en ook goed. En overigens, met dat beleid raken we ook deels de 18+. Hè. D66 vroeg daar met name naar. Van, goh, de leefwereld van de 18-plussers. Nou, sport is daar dan, denk ik, bij uitstek één van. Integrale aanpak, op het gebied van de handhaving ook wel degelijk. En ja, kwartaal, rapportages, hoe monitoren wij? De vraag van de heer Van der Mooren. Kijk, we hebben natuurlijk wel, juist vanwege die integrale aanpak, een aantal dingen gedaan die ook wel, denk ik, vruchten afwerpen, nu al. Zo is er eens in de 6 weken jeugdoverleg waar alle disciplines bij elkaar zijn. Dus dat is niet alleen de jeugdagenten, maar ook Tactus, het Samen Doen Team zit erbij, de zorgcoördinatoren van de scholen, niet natuurlijk zeer belangrijk ook. Die praten niet alleen natuurlijk over de overlastgevallen zelf, maar hebben natuurlijk ook een belangrijke signalerende functie. En waar nodig, en dan hebben we het ook weer over de handhaving, sluiten de BOA's daarbij aan. Tweede punt is dat we ook aandacht hebben voor de regionale aanpak. U weet allemaal dat we Zaaldijk hebben in Leemelen. U weet ook allemaal dat er sprake is van opstappunten, van de discobus. En ja, dat geeft wel eens overlast. Geeft natuurlijk zeg maar reden om ook regionaal te praten. Met andere woorden, er wordt gesproken met Hardenberg en Dalfsen en Twenterand en Raalte, Hellendoorn over deze problematiek. En we hebben ook zeg maar afgesproken dat we dat eens in het half jaar ook echt regelmatig gaan doen. Integrale aanpak zien we ook op het punt van de verslavingszorg. Wat we in toenemende mate zien is dat bijvoorbeeld ook de leerplichtambtenaar constateert afwezigheid. En wat is daar de reden bij? En in een tweetal gevallen hebben we ook daadwerkelijk gezien dat er sprake is van een verslavingsprobleem en dus door verwijzing naar de verslavingszorg. Met andere woorden, juist door die samenwerking, door die integrale benadering, komen we steeds beter achter de problematiek en kunnen we het dus ook oppakken. Nou, samenvattend, voorzitter. Ik denk dat er inderdaad door die samenwerking heel veel gebeurt. Ik denk ook dat zeg maar, wij in toenemende mate kansrijk zijn om de problemen op te lossen. Maar één ding is en blijft het punt. Dit is een hardnekkig probleem. Dit is ook een mentaliteitsprobleem. En nogmaals, ik nodig u ook uit om ook met het goede voorbeeld van IKPAS daarbij in stap te zetten. Tot zover. De tweede termijn. De heer Van der Mooren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb bedankt in ieder geval de wethouder voor zijn voor de beantwoording. En een aantal vragen is nog niet beantwoord. En het belangrijkste vind ik wel, en dat klonk misschien een beetje als een grapje van onze kant, maar niet zo bedoeld, dat het woord ketenpartners dus niet te maken heeft met de beheerders van de keet, zo gezegd, maar de organisaties. Want dat, vandaar misschien dat mijn taalgebruik als een woordspeling werd opgevat, maar zo was het niet bedoeld. Dat om het duidelijk te maken. Ik begreep het zelf ook nog. Wat de jongeren betreft, dat was ook niet zomaar een vraag, want ook wij vonden de cijfers, evenals de wethouder, nogal behoorlijk schokkend. Dus in 50%, bij 50% van de jongeren ouders helemaal geen probleem hadden met dat zij al dronken, jongeren tot 16. Alleen, nogmaals de vraag, praat je dan over, is dat bekend over alle jongeren in Ommen? Of alleen, laat ik dat er maar een doelgroep noemen, die jongeren die naar de keet gaan. Oh, dan is het dus nog schokkender. Ik begrijp het al. Een beetje een afgeleide vraag, maar ik kan me voorstellen dat het voorzitter dit te technisch vindt en dat ik daarvoor naar de ambtenaar moet. Hoeveel procent, kan dat bekend zijn hoeveel procent van de jongeren naar keten gaat, dus het keetbezoek? En ja, misschien een beetje een domme vraag, maar hoeveel keten zijn er in Ommen? Is dat bekend? Mevrouw Bakelaar. Dank u wel, voorzitter. Ja, de vraag voor het CDA blijft toch staan van, is dit nu echt een integrale aanpak? Het plan wat voorligt. Geloven we nu in dit plan? Dat dit daadwerkelijk ons dichter bij de doelen brengt? Dat is echt een serieuze vraag van het CDA. En wij denken juist in tijden van vandaag, de dag,
en de discussies die we de afgelopen weken ook in de raad hebben gehad. Als je kijkt naar dat omdenken, als je kijkt naar de eigen kracht, de kwetsbare jongeren in dit geval, of de ouders, dat je hier meer mee moet doen dan het plan wat er nu voor ligt. Dat verdient volgens mij het thema, dat verdient ook het plan. En dat is ook wat we teruggezien hebben, zo'n compliment voor de BOH als je kijkt naar de gezondheidsnota. Daarvan zeg je, ja, hier geloven we in. Dit plan wat nu voor ligt, lijkt technocratisch. We zeggen even scherp, maar het is wel belangrijk, dit thema. En dat is toch goed om dat nog een keer te benoemen. En als het gaat om toch even op die sportkantines. Het is jammer omdat je de invalshoek weer pakt vanuit toch de negativiteit. En daar moeten we wel ons bewust van zijn. Dat je dus niet zomaar een thema weer erin zet, omdat het 2 jaar geleden ook erin zat. En wat zijn dan de harde cijfers of feiten die hieronder liggen? Dat dat dus extra aandacht verdient. Het is niet iets waar we nu een antwoord op willen hebben, maar het is niet wat duidelijk uit het rapport naar voren komt. En als het gaat om, voorzitter, het spijt me dat ik misschien een beetje kritisch ben nu, maar het is leuk om 40 dagen niet te drinken, maar dat is totaal geen oplossing. Want tot onze schrik zaten mijn man en ik afgelopen week om tafel. Ik zeg, weet jij dat wij slechts 3% zijn van de ouders? Wij zeggen keihard nee tegen alcohol, tegen onze zoon. Dat zijn er heel erg weinig dus, ouders. Nou, daarvan zeggen we als CDA, daar moeten we iets aan doen. En dat lezen wij niet terug in dit plan. De heer De Ruiter. Ja, ik stel het ook in de eerste termijn, maar ik had toch graag nog iets meer inzicht in het voornemen in preventie en aanpak van andere drugs dan de alcohol die hier genoemd wordt. Nogmaals, de vraag was al eerder gesteld, gaat het hier over alleen alcohol? Nee, het gaat over meer. Maar ik krijg daar geen beeld van. Als dit het enige rapport is op basis waarvan we ook de overige drugs willen preventief willen aanpakken, dan is dat wel heel erg mager. Te meer daar die andere drugs. We hebben in Ommen ook middelbare scholen een groeiend probleem vormen. Niet alleen qua verslaving, daar word ik in gehandeld, in tegenstelling tot drank. Ik had daar graag iets meer toelichting over. Dank u wel. Wethouder Schelen. Ja, dank u wel. Allereerst naar de ChristenUnie. Het verhaal van de ketenpartners is me niet duidelijk hoe u heeft gepercipieerd. Het ketenbezoek en het aantal keten, dat is niet helemaal precies duidelijk. Leent zich ook niet direct voor precieze duiding. Wat we zouden kunnen doen, maar dat is natuurlijk wel intensief, is dan, zoals Staphorst dat eertijds gedaan heeft, dat echt een hele inventarisatie maken en dan vervolgens een specifiek ketenbeleid erop loslaten. Onze indruk is dat de situatie in Ommen niet dusdanig is dat het zeer zinvol is om het zo zwaar aan te pakken. Wij geloven meer in een bredere benadering zoals we hem hier hebben neergelegd. Dus niet specifiek ketenbeleid. En dat hing ook samen met het feit, maar dat had ik in feite al aangegeven, dat het verontrustende cijfer alle jongeren betrof en niet alleen jongeren in keten. De heer Van der Moor. Dank u, voorzitter. Deze vraag is ingegeven een beetje om dezelfde reden waar mevrouw Bakelaar mee kwam. Er staat wel iets beschreven, maar waar voel ik nu een actie? Op welke manier kan je daar wat aan doen? Okay. Want je kunt natuurlijk op papier geweldig streven, maar wij hebben nog niet het gevoel dat daar ook echt iets mee bereikt kan worden. We kunnen constateren dat de permissiecultuur veroorzaakt dat zo'n hoog aantal jongeren met permissie van ouders drinkt. Dan kun je dat willen terugdringen. Ja, dat mag je 10 keer opschrijven. Maar dat geeft nog niet het idee van we kunnen dat ook daadwerkelijk aanpakken. En hoe hoog is de realiteitszin daarbij? En vandaar deze vraag naar meer concrete aanpak. Helder. Waarbij we overigens niet het onmogelijke willen vragen natuurlijk. Dat is duidelijk. Ja. Dan naar mevrouw Bakelaar toe. Het is een kwestie van hoe duid je de nota, hoe zie je de nota. Allereerst heb je een geloof in deze aanpak met deze beperkte middelen. Ik denk dat met deze beperkte middelen, 15.000 euro, en de instanties die we hebben,
inderdaad met een aanpak zeg maar, kunnen komen dat we het relatief goed doen. En dat baseer ik op een paar dingen. De eerste is dat de GGD vaststelt dat wij als Ommen het in Overijssel relatief goed doen. Dat is één. En wij doen mevrouw het altijd Bakelaar. Beter. Ja, ik wou even mijn zin afmaken. Ook al omdat zeg maar Overijssel het relatief weer beter doet dan landelijk. En dat is prima. Het tweede is, en dat proef ik wel een beetje, en dat was uw verhaal, dat is ook het verhaal van de heer Van der Mooren. We hebben met name een duiding willen geven aan van, goh, dit zijn de doelstellingen. Hè, want zij is met name op doelstellingen gegeven. We hebben ook een aantal cijfers benoemd. En daar willen we mee aan de slag. En ik proef dat u zegt van, goh, wij willen echt iets meer weten over de acties. Dat we er gevoel bij krijgen. Zo van, dit gaat werken. Daar wil ik nadrukkelijk wel eens een keer op terugkomen. Ik denk dat nu is iets dat gaat de klok voorbij. Maar ik snap dat wel. Ik heb een aantal voorbeelden gegeven van concrete aanpakken, van tactus op de scholen, van tactus bij de sportkantines, ook de handhavingszaak. Maar inderdaad, ik weet dat het niet zo beschreven staat in de nota. Dus ik denk dat ik nog eens even, zeg ook met het ambtelijke apparaat, ga kijken van hoe kunnen we dan zeg maar die concrete acties nog beter over het voetlicht krijgen. En last but not least, het punt van de ouders is het meest fundamentele punt. En het is iets meer dan alleen maar de ik-pas benadering, dat snap ik ook. Maar ik vind het toch goed dat verantwoordelijke politici een voorbeeld geven. En daarom heb ik dat toch bewust zo gezegd. Na meerdere lange zinnen, en niet één zin, maar meerdere lange zinnen, is nu mevrouw Bakelaar. Nou, fijn. Gelukkig heb ik nog een goed geheugen, dus ik weet nog wat de wethouder zei. De wethouder begon met beperkte middelen. Beperkte middelen op het moment dat je in de schaal kijkt waar je het nu over hebt. Beperkte middelen zijn er niet op het moment dat je kijkt naar alle voorzieningen die er in de gemeente zijn. Of combinatiefunctionarissen die er zijn. Of de transformatienota die we hebben opgesteld gezamenlijk. Of Vitaal Vechtel die mogelijkheden biedt. Of het scholennetwerk wat we hebben. Of de bibliotheek die we hebben. Nou, ik kan zo nog even heel lang doorgaan, voorzitter, maar ik zal niet zulke lange zinnen maken. Waar het mij om gaat is dat we juist buiten het spectrum kijken waar je het nu over hebt. En dat dus ook de wil er is. En die, hè, dat je dus samen gaat kijken naar andere mogelijkheden. Omdat als je dit blijft doen, dan blijven we wellicht in hetzelfde tempo. En je wilt misschien iets anders ook. Omdat dat gewoon ook de doelgroep dat verdient. En we dat allemaal ook verdienen. Kijk, en waar het om gaat, natuurlijk ga je als... geef je het goede voorbeeld. Dat moet je iedere dag doen. Dat moet je niet alleen maar 40 dagen doen. Dus ik ben altijd iets wars van dat soort acties. Voorzitter, ik geloof dat ik mevrouw Bakelaar wel kan volgen. Hè, dus ook dat anderen kijken. Wat dat betreft geven ze ook al een handvat mee. Binnenkort praten wij over zeg maar, de combinatiefunctionaris die per 1 maart of 1 april binnen gaat komen. En de taakstelling, wat hij gaat doen. En we hadden al het idee van, god, die zou ook op dit punt zeg maar, een belangrijke rol kunnen vervullen. Nou, u geeft het in feite ook aan. Ik denk dat dat nog eens een bevestiging is van dat we dat dus ook gewoon moeten doen. En u zet hem in feite ook, u zet hem ook breder neer. Dan tenslotte de heer De Ruiter. Ja, het is toch wel iets meer dan alleen alcohol. Dat is juist, sorry dat ik die niet had beantwoord. Het is inderdaad breder. Het anti-rookbeleid hebben we zeer actief afgelopen oktober zeg maar, opgepakt met de Stoptoberactie. Het is een doorslaand succes geweest met de grote oranje bal. U heeft het ongetwijfeld ook gezien. Het gaf heel veel positieve publiciteit, gelukkig. Het drugsbeleid waar u nog op wees, daar hebben we ook... juist op verzoek, en ik meen dat mevrouw Schunselaar was van een vorige keer, maar geeft dat ook aandacht. We hebben er een aparte doelstelling ook voor ontwikkeld, pagina 8. En we richten ons met name op het preventie van met het oog op weed, dus het cannabisbeleid. En daar gaan we dus zeker mee aan de slag. Ik hoop dat ik daarmee uw vraag heb beantwoord. Is er iemand die vindt dat dit als bespreekstuk naar de raad moet? Nee, dan gaat het als hamerstuk naar de raad. En dan is het cultuur dat we om 9 uur even
pauze hebben om een kop koffie te drinken. En ik stel voor dat we om 9:50 weer verder gaan. Nee, dat klopt. Maar ik heb bewust 9:50 gezet. En dan is iedereen om 9:15 weer terug. Ja. Precies. Ik hervat de vergadering. En we gaan verder met de cultuurnota. En wie wenst daarover het woord te voeren? Nee, nou ja, goed, dan. Dan begin ik bij de heer Moerman. Ja, voorzitter, ik had eigenlijk helemaal geen vraag. Ik had mijn hand ook niet opgestoken, maar ik wil er graag een opmerking over maken. We kunnen helemaal instemmen met het voorstel, een prachtige cultuurnota, die tot stand gekomen is in samenwerking vooral met de inwoners van Ommer. En daar gaat het eigenlijk om. Dus heel veel initiatieven en ideeën die ontplooit zijn, prachtig. Helaas draait het ook voor een deel natuurlijk weer om geld, om subsidiestromen. En daar wringt de schoen wel eens. Ja, en dan blijf ik nog steeds bijzonder spijtig vinden dat een prachtig initiatief zoals het NICO helaas moest verdwijnen. Maar verder geheel eens met de cultuurnota zoals die tot stand gekomen is. Dat was het. Mevrouw Schunselaar. Dank u, voorzitter. Ik heb over deze cultuurnota toch een aantal vragen. Ik ben wel heel blij dat er weer een cultuurnota is. Eerste vraag is eigenlijk, en ik snap wel dat je dus een notitie moet maken. Maar als je dus niet zegt een einddatum, dan krijg je de kritiek van waarom staat er geen einddatum bij? Maar als je dus deze afgebakende data leest, dan zou je ook kunnen zeggen, ja, maar als in de tussentijd door ontwikkelingen de zaken veranderen, hoe strak is deze nota? Is er mogelijkheid van een bijstelling? Een tweede vraag is, waarom deze cultuurnota zo afgestemd is op jongeren en kinderen en niet voor ouderen? Een andere vraag is ook, en dat heb ik in het stuk niet zo specifiek kunnen terugvinden van, goh, is dat ook toegankelijk voor mensen met een minder goed gevulde portemonnee? Want cultuur is van iedereen. En dan ook met dan de laagdrempeligheid, want ik heb heel vaak het gevoel dat mensen zeggen, ja, cultuur, ja, dat is niet voor mij, dat is te moeilijk, dat is te ingewikkeld. Hoe laagdrempelig maken we het? In de nota staat, en ik citeer even de zin, de doelstelling is het bestaande cultuurbeleid te versterken, verstevigen, verankeren en te borgen binnen het bestaande budget. Maar ik heb het net al gezegd, van als er dan veranderingen zijn, laten we dat dan alsjeblieft niet op de plank laten liggen totdat deze nota afgelopen is, maar laten we dat toch oppakken. Daar heb ik net ook al over gezegd, staat ook op pagina 20 ook iets over in, van dat de inwoners de kans moeten krijgen om op een laagdrempelige manier in aanraking te komen met kunst en cultuur. Nou, dan is het toch wel mijn concrete vraag, hoe denkt u dit te bereiken? Zijn er plannen voor? En als ik dan tot slot de lijst zie van de geïnterviewde organisaties, dan mis ik de ouderen of de ouderenbond of wat dan ook. En de plaatselijke belang. Want als je dit zo leest, zou je kunnen zeggen van, goh, dit is wel erg centen Ommen gericht. En ik zou het graag, gelet ook op het feit dat Ommen, de helft van de inwoners van Ommen toch ook in het buitengebied woont, dus ook die buitengebieden erbij willen betrekken. Dit was in eerste termijn. Dank u, voorzitter. Mevrouw Wennaars van D66. Dank u, voorzitter. De cultuurnota. Ik ben blij inderdaad op de manier waarop hoe die tot stand is gekomen. Dat er veel mensen gesproken zijn, een paar keer zelf mogen deelnemen eraan. Wat ik ook af en toe terug zie komen, maar ik vind het stuk ook erg voorzichtig. Er wordt veel teruggekeken van hoe het was, wat we hebben bereikt. En voorzichtig naar de toekomst, we gaan verder zoals we nu zijn. En niet echt innovatieve dingen komen naar voren die ik wel tijdens de gesprekken heb gehoord met de avonden dat we bij elkaar hebben gezeten. Dat vind ik jammer.
En dat had ik liever teruggezien en denk vooral in een cultuurnota juist naar voren mag komen. Omdat cultuurnota ook veel terug laat komen op kunst en dergelijke. En dat dan weer een mooie samenhang heeft. Er wordt ook gesproken over een stuk over het budget. Wat beschikbaar is en er wordt uitgegaan van hetzelfde budget wat er was. Nu weet ik dat inderdaad een stukje cultuurparel wegvalt. Want dat was provinciale subsidie. Wat nou als dit niet terugkomt? Houd je dan hetzelfde budget of betekent het alleen het budget wat er vanuit de gemeente kwam? Want dat maakt een wezenlijk verschil. En hoe om te gaan dan met de stukken die er nu lopen en hoe het liep op de oude cultuurparels bijvoorbeeld? Dat in eerste termijn. Bedankt. De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Het CDA heeft een viertal vragen. In de nota worden een zestal thema's uitgewerkt. Het document geeft aan hoe daar inhoud aangegeven kan worden. In hoeverre wordt bij de uitvoering van de thema's rekening gehouden met de gedachten zoals dat is weergegeven in de startnotitie van Nieuw Noaberschap? Voor het CDA is een toeristeninformatiepunt zeer van belang. Zij kan optreden als gastvrouw of gastheer, zoals u wil, van de gemeente. In hoeverre wordt met de invulling hiervan aangesloten bij het plan met betrekking tot de city marketing? De derde vraag die wij hebben gaat eigenlijk wat mevrouw Wenners ook aangaf. Als de centen van de provincie niet komen, wat gaan we dan doen? En de laatste vraag die wij hebben. Hoe wordt invulling gegeven aan de ondersteunende communicatie met betrekking tot de uitwerking van deze visie? Dank u wel, voorzitter. De heer Marsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Een aantal vragen naar aanleiding van het stuk. Op bladzijde 6 wordt er gemeld dat er interviews zijn afgenomen met 21 organisaties aan de hand van 5 vragen. En hoewel in bijlage 2 die organisaties allemaal wel genoemd worden, missen wij eigenlijk min of meer een samenvatting van de antwoorden op de vragen die gesteld zijn. En dan met name vraag 2, wat heeft u nodig van de gemeente om de ambities te verwezenlijken? Integreert ons wel. En de vraag aan de wethouder is ook eigenlijk of... Ja, we zijn gewoon nieuwsgierig of die organisaties meer van de gemeente verwachten dan datgene wat wij lezen in de visie en ambitie van deze nota. De volgende vraag die we hebben gaat over bladzijde 13, over dat toekomstproef maken van organisaties. Daar neemt de gemeente wel een hele passieve houding aan. We lezen dat inwoners en een sociale omgeving eerst zelf aan zet zijn voor de kwaliteit van de samenleving. En daar lijkt een parallel gemaakt te worden met de visie zoals we die ook binnen het sociaal domein hebben gelezen. Daar hebben we echt afgesproken dat er ten alle tijde sprake zal zijn van een vangnet voor de zwakkeren in onze samenleving. Is er nu dan ook sprake van een cultureel vangnet? Om even heel concreet te zijn, hoe gaat de gemeente reageren als de inwoners het laten afweten? En hebben we nog ergens een ondergrens liggen van dat willen we voor onze volgende generaties niet verloren laten gaan? En aansluitend dan ook, bladzijde 13 wordt er toch gesproken over financiële ondersteuning, middels subsidies en fondsen. Echter, ik lees meerdere malen in het rapport, onder andere in de visie, dat er geen cent extra besteed gaat worden. Hoe moeten we dan deze opmerking lezen? Op bladzijde 15 wordt aangegeven dat het huidige evenementenbeleid de basis vormt voor de komende beleidsperiode. Nou, dan wordt dat bedrag van 34.000 euro genoemd. Ik heb ook even op de site gekeken hoe dat gepresenteerd wordt. En daar lees ik dus inderdaad over incidentele subsidies en structurele subsidies. Nou, daar hebben we eerder over gesproken. En ik schrok ervan hoe lang dat geleden is. En dat was op 10 mei 2012. Daar hebben we toen aan de hand van een gespreksnotitie hebben we daarover gesproken van... moeten we ook niet organisaties kans geven om structurele subsidie te krijgen? En op dat moment was er al 1/3 van het totaal wat aangevraagd werd, was al structureel. Nou, we zijn dus nu een heel stuk verder, 5 jaar verder. En mijn vraag is eigenlijk van of er op dit moment ook knelpunten hier liggen. Want ik kan me voorstellen dat er heel veel meer organisaties zijn die graag een structurele subsidie willen hebben. Waardoor er misschien de kans kan zijn dat mensen die voor de eerste keer een incidentele subsidie aanvragen niet meer aan bod komen, omdat het potje gewoon leeg is. Dus mijn vraag is eigenlijk van, zijn daar knelpunten? En dat waren de vragen in eerste termijn. Dat is mooi dan. Dat is het woord nu aan de wethouder van cultuur, de heer Schelen. Dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met danken uit te spreken richting de heer Moerman voor zijn complimenten. Dat geef ik graag door aan de ambtenaren die inderdaad in het proces een behoorlijk veel tijd gestoken hebben.
Het motto is: cultuur is voor iedereen en we hopen dat het van iedereen wordt. En dat raakt in feite ook wel, denk ik, de zorg die een aantal van u uitspraken over. Goh, maar hoe borgen we dat nou dat het inderdaad van iedereen is? Hè? Is er wel een vangnet? Mevrouw Schunselaar vroeg daarom, Marsman vroeg daar ook om. Van goh, hoe borgen we dat nou? Nou, allereerst natuurlijk door laagdrempelig activiteiten mogelijk te maken. En we stellen vast dat dat in Ommen, en dan praten we over de hele gemeente Ommen, daar wees mevrouw Schunselaar terecht op, in de gehele gemeente Ommen daadwerkelijk het geval is. Dat komt natuurlijk doordat Ommen een fantastische verenigingscultuur heeft, waar met relatief bescheiden middelen heel veel gebeurt. En dat is natuurlijk heel goed. Maar inderdaad, er zullen ook wel gevallen zijn waarvan je net denkt van, goh, met name kinderen, we willen dat die ook met cultuur in aanmerking komen en aanraking komen. En laten we in ieder geval borgen dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Daar hebben wij dus twee effectieve maatregelen voor. We hebben het Jeugdcultuurfonds, waar dus kinderen die van ouders met een smalle beurs daadwerkelijk in aanmerking kunnen komen voor een aanvullende subsidie. Bijvoorbeeld om een instrument aan te schaffen of te huren of lid te worden van een vereniging. En het tweede is dat we ook de Havamo subsidiëren. Dat is de aparte stichting die we het muziekonderwijs doet verzorgen in Ommen. Dat hebben we breed gemaakt, ook naar Beerseveld en naar Lemelen toe. Voor iedereen en van iedereen, dat zegt ook niet alleen iets over het proces van totstandkoming van deze noten en van het beleid, maar ook wel van, goh, hoe zou het straks moeten gaan? En wat dat betreft denk ik dat het CDA wel de spijker op zijn kop heeft, want ja, dat is dus ook een kwestie van nieuw naberschap. Ja, natuurlijk zou je ook in het cultuurbeleid zien dat er allerlei initiatieven opbruisen. En ja, je moet dat als gemeente, dat moet je toejuichen. Ja, dat moet je mogelijk maken, dat moet je faciliteren. En doen we daar genoeg aan? En dat was in feite ook een beetje de vraag van de heer Marsman. Wat zeggen dan de instanties zelf? Verwachten die dan iets meer van de gemeente? Nou, het viel mij op dat die instanties inderdaad zeggen van, goh, wat de gemeente in ieder geval kan doen is faciliteren als het gaat om het toekomst vastmaken van de organisatie. Het zijn vrijwilligers, die hebben natuurlijk professionaliteit nodig af en toe. Soms hebben ze ingewikkelde verzekeringskwesties of subsidieaanvragen, potjes, et cetera. Gemeente, help ons. Dat was in feite de boodschap. En daarop hebben we willen inspelen met dat thema toekomst vastmaken van organisaties. Om inderdaad die gemeente daarin sterker te maken. Maar, dat heeft u goed gezien, meneer Marsman, men is wel eerst zelf aan zet. Nogmaals, de gemeente staat ernaast. En bij vraag zijn we er. Maar zijn we wel eerst zelf aan zet. En als gezegd, dat vangnet, daar zijn we voor. Daar zijn we van. Cultuurbeleid heeft natuurlijk wel een aantal kansen dankzij ook provinciaal beleid. En er zijn een aantal van u die ook wezen van ja, maar dat is ook een risico. He, want wat gebeurt er nou als die subsidies wegvallen? Dat was onder andere van het CDA een vraag, ook meen ik van D66. Wat gebeurt er dan? Nou, laten we eerst vaststellen dat we zelfstandig als gemeente al bijna 6 ton uitgeven aan cultuurbeleid. En dat is voor een kleine gemeente toch heel prima. Is dat beleid wat helemaal vaststaat? Nou, nee, dat niet. Is dat ook tot 4 jaar helemaal in beton gegoten? Nee, dat natuurlijk ook niet. Mevrouw Schunselaar zegt terecht van, goh, maar als er dan in één keer een ontwikkeling is waar je op in moet inspelen, dan moet je dat toch kunnen. En dat is ook zo. En daar bent u zelf bij, want de uitvoering van het beleid, de jaarlijkse ronde in de raad, als het gaat om de begroting, u gaat over het geld. En als er echt aanleiding is voor fundamentele bijstelling, dan gaan we dat doen. Maar het cultuurbeleid poogt natuurlijk wel een basis te leggen voor meerjarigheid. Want de verenigingen, de burgers willen ook wel een beetje weten van waar ze aan toe zijn. Die kant moeten we natuurlijk wel zien. Maar nogmaals, we geven dus bijna 6 ton uit en dat is hartstikke mooi. Maar gelukkig, de gemeente hoeft dat niet alleen te doen. De provincie doet ook het nodige. Gisteren heb ik samen met collega Von Martels van Dalsen en ook de wethouder René de Vent van Hardenberg gesproken met de gedeputeerde mevrouw Mai. En we hebben daar nog eens gesproken over het mooie cultuurarrangement. Dat kent u wel.
dit boekje, dit is het programma. En daar hebben we laten zien wat er allemaal in het Vechtdal gebeurde met provinciale gelden. En de gedeputeerde was blij verrast. Er zijn een paar dingen. De eerste is van, het Vechtdal is als enige in staat gebleken om zo'n soort samenwerking op te zetten. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Het tweede is dat ze ook ziet, en dat hebben we natuurlijk ook nadrukkelijk verteld, van ja, maar dit zijn natuurlijk leuke activiteiten, maar het heeft natuurlijk ook een waarde in zichzelf. Want wat je ziet is dat door deze activiteit er nieuwe verbanden ontstaan. Dit heeft zijn eigen dynamiek. Je ziet gewoon dat er gewoon nieuwe activiteiten ontstaan, zoals bijvoorbeeld de Stadsdichter. Maar je ziet ook dat er nieuwe vriendschappen ontstaan, nieuwe activiteiten, ook in Ommen. En dat we ook in staat zijn om eindelijk nog beter onze faciliteiten te benutten. Ik denk dan aan het Vechtpodium, maar natuurlijk vooral ook aan het Bostheater. Prachtig gerenoveerd en we kunnen daarmee meer doen. Voor ons natuurlijk reden om ook aan de gedeputeerden te vragen van, goh, wij willen natuurlijk ook graag de volgende periode door. We hebben een fantastische week op de amateurkunst gehad en daar willen we graag mee door. Nou, dat was snel binnen, want die hebben we binnengekregen. Dus de week op de amateurkunst kunnen we met provinciaal geld gewoon mee door. Maar uiteraard gaan onze ambities wel een beetje verder. Deze 60 vroeg daar terecht naar. Wij willen in feite ook een nieuw programma ontwerpen. Evenementen die gestoeld zijn op ons erfgoed. Er zijn in de samenleving al fantastische initiatieven voor. Krishnamurti onlangs. In het museum, het Streekmuseum, is ook een tentoonstelling van de Tweede Wereldoorlog, van Kamp Erika. Ommen heeft ongelooflijk veel historie die je ook kan omzetten in evenementen die voor de hele bevolking geschikt zouden kunnen zijn. En we hebben natuurlijk een werelderfgoed te gaan. We hebben een officiële nominatie voor een werelderfgoed van de Ommerschans. We zijn natuurlijk goed gek dat we dat verhaal, dat we dat niet weten uit te vinden. En dat gaan we dus wat ons betreft ook doen. Nou, dat hebben we op papier gezet en we hebben dat een uur geleden hebben dat naar de gedeputeerde gestuurd. Net op tijd. Want ze heeft een beperkt potje en we hebben begrepen dat zeg maar, wij wel een kans maken. Uiteraard hou ik u goed op de hoogte van de gevolgen daarvan. Stel nou eens dat dat allemaal niet lukt. Heeft dat dan ook nog betekenis voor de parels? Dat was onder andere ook nog een vraag die stond. Maar beperkt. We hadden vier parels. Hè. We hadden het Explosion Festival. Dat kan zichzelf behoorlijk bedruipen, maar met een beetje hulp van ons iets meer doen. Ik denk niet dat het een ramp is als die paar duizend euro er niet komt. Maar we doen ons uiterste best om dat te continueren. Want het is een leuke activiteit. Het is ook vooral voor jongeren een belangrijke activiteit. Dus daar gaan we wel voor. Tweede is Festival de Vecht. Dat is een festival waarvan wij vinden dat die in toenemende mate of zichzelf moet bedruipen of echt open moet worden. Dus dat echt laagdrempelig moet worden. Ik meen dat meneer de Jonge daar met name eens een keer een hartstochtelijk pleidooi voor gevoerd heeft. Ben ik erg met hem eens. Derde punt is het Bostheater. Wij denken dat, mocht dat nou niet doorgaan langs deze lijn, dat er ook nog andere kansen zijn. Dus daar gaan we ze ook zeker bij helpen. En tenslotte de Bissing. De Bissing heeft natuurlijk ook andere mogelijkheden die wij zullen gaan benutten. Dan kom ik tenslotte op het punt van cultuur en vermarkting. Er was nog een andere vraag van het CDA. Ja, ik denk dat het een hele goede suggestie is om cultuur te gebruiken in je vermarkt van je toeristisch product. En dat een tip hè, of een ander construct daar een rol in kan spelen. Ik denk dat dat zonder meer waar is. We hebben dat ook teruggehoord in de bijeenkomsten. Een waardevolle suggestie en die gaan we zeker uitwerken op zijn mogelijkheden. Voorzitter, volgens mij heb ik dan de meeste punten wel gehad. Als ik er nog iets ben vergeten, dan hoor ik het graag. Wie wenst in tweede termijn het woord te voeren? Mevrouw Schunselaar. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had nog één vraag gesteld naar aanleiding van het over zich geïnterviewde organisaties. En ik heb de vraag gesteld, goh, is er ook, en ik zit nog eens even naar de lijst te kijken, de oudere bonden of wat dan ook, is dat, waarom zijn die, vind ik die niet terug? En is er ook gesproken of hadden die ook geïnterviewd kunnen worden met plaatselijke belangen? Dank u. De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Er stond nog één vraag open wat ons betreft, dat ging over de communicatie.
Hoe gaan we de visie zeg maar, ondersteunen met de communicatie? Daar wil ik graag nog even een antwoord op. De heer Marsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, blijf toch wel een beetje zitten met de ernst van het cultureel vangnet. Natuurlijk begrijp ik dat de eerste zet is aan de inwoners zelf. En we zien ook dat deze cultuurnota ook in een interactief programma tot stand is gekomen. Dus dat stemt wel tot optimisme. Alleen moeten we misschien ook wat verder kijken. En ik blijf nog steeds wat moeite houden met het feit van waar nou precies dat cultureel vangnet ophoudt vangnet te zijn. Maar ik weet niet of de wethouder daar nog iets meer over kan zeggen. Een vraag waar we nog geen antwoord op gehad hebben is toch dat evenementenbeleid en het verschil tussen een structurele en een incidentele subsidie. En u gaf net al een mooie aanleiding. Bijvoorbeeld het Explosion Festival is natuurlijk een festival wat ook subsidie krijgt. Dat is waarschijnlijk begonnen met een incidenteel budget en later structureel. Dus dat neemt dus voortdurend aanslag op het budget van het evenementenbeleid. De vraag die ik blijf houden is van als er steeds meer beroep wordt gedaan op een structureel budget, is er dan nog ruimte voor incidentele initiatieven. Dus kunnen nieuwe initiatieven nog toetreden en budget krijgen? Wethouder Schelen. Dank u wel. Allereerst de vraag van mevrouw Schunselaar. Zijn PB's en ook ouderen betrokken in het gesprek? Antwoord is ja. We merkten dat bij de inloopsessies. Dus het is niet echt een enquête geweest richting hen, maar ze zijn wel nadrukkelijk betrokken zijn geweest bij de inloopsessies. En natuurlijk ook via hun vertegenwoordigers in de participatieraad. Want de participatieraad heeft hier ook zeer uitdrukkelijk in meegedacht. En zowel ouderen als de PB's zijn daarin vertegenwoordigd. Dan richting het CDA, op het punt van de communicatie. Dat vind ik eerlijk gezegd de allerlastigste in dit traject. En juist op het punt wat u zelf ook terecht aandroeg, namelijk van goh, als je dit ziet ook als een mogelijkheid om via een nieuw nabeschap vorm te geven. Want dan staat als het ware niet direct het plan centraal, dan staat niet direct de benadering centraal, laat staan de communicatie. Kijk, als je een bepaald vastlijn plan hebt, hè, dan ga je het zo doen en dan heb je daar communicatie bij, hè, met de bekende communicatiemiddelen. Nu willen we het veel meer indirect doen. Hè. Zeg maar, laat het inderdaad gebeuren, we gaan naast jullie staan en we gaan kijken welke communicatie daarbij past. Dus dan zal het ook in eerste instantie zeg maar, de mensen zelf zijn hè, die bedenken van god, dit willen we. En wat is daarbij nodig en dienstig? En natuurlijk, het gemeentelijk apparaat is dan dienstig om daarbij te helpen waar het nodig is. Maar het is dus niet zo dat wij een vast communicatieplan hebben, omdat dit niet een eenduidig iets is. Dus daarom is dat wat lastig om te zeggen van, goh, hoe gaan we dat doen? Ik pak het punt van u wel mee dat het een Achilleshiel kan zijn. En dan kom ik op het punt van het vangnet van de heer Marsman. Kijk, het vangnet heeft denk ik twee kanten. Allereerst, we moeten natuurlijk ervoor zorg dragen dat er voldoende aanbod is. Hè? Dus die organisaties moeten sterk zijn. En dus vandaar dat we ook echt een bewust thema hebben genomen van de toekomst vastmaken van die organisaties. Nou, en als je dan dat hebt georganiseerd, het aanbod vangnet is er bij wijze van spreken, dan ga je kijken van ja, maar de vragers, de mensen zelf, hè? Hebben daar een vangnet voor? Nou, er zijn twee kanten die je moet bekijken. De eerste is van, kunnen mensen, als ze het willen, actief meedoen? En dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Antwoord is, daar hebben we dus verschillende instrumenten voor om dat vangnet te borgen. Hè? Ik heb Havamo genoemd, hè, dus voor de jongeren. Die kunnen zeg maar met subsidie zeg maar muziekonderwijs volgen. Ik heb het Cultuurfonds genoemd, waar jongeren dus met geld van de gemeente bepaalde dingen kunnen krijgen. Nou, dat is dus echt een vangnet, hè, om met name kinderen van ouders met een smalle beurs het goede kunnen doen. Het tweede is dat je ook een vangnet kunt organiseren voor het passieve cultuur. Hè, dat je kunt genieten. En vandaar dat we blijvend moeten inzetten en ook moeten bewaken dat de activiteiten waar mogelijk laagdrempelig zijn. En dat zegt iets over toegangsprijzen. He, dat ze, nou, we hadden het voorbeeld van Vecht Helden Vecht. En daar moeten blijven er ook op naar kijken. Nou, als ik dan naar dat geheel kijk, dan moet ik zeggen van, goh, in Ommen, jongens, Fantastica Grossa. Ommen heeft een geweldige organisatiegraad. Ommen heeft ontzettend veel culturele activiteiten.
en een breed spectrum. Dat is echt ongelooflijk. Wij doen echt aan alles soorten van cultuur. Of het nou volkstoneel is, of het nou muziek is, of het nou, noem het maar op. Dat is fantastisch. En inderdaad, laagdrempelig, want als je kijkt naar de prijzen, ik denk dat dat goed gaat. Nogmaals, natuurlijk moet je dat bewaken. En dat gaan we ook wel doen. Maar ik ben op dat punt zeer hoopvol. Tot zover, voorzitter. Mag. Ik heb nog een tweede vraag gesteld. En eigenlijk ook al twee keer nu. Het gaat over, over die budgetten. Vooruit. Van. Ik was eigenlijk van plan om wel te vragen wat dat moeilijke woord van Fantastica Grosso, dat hij dat maar eens op zijn polders uit moest leggen. Maar goed, van dat doen we na de vergadering wel. De vraag van de heer Marsman, de tweede. Ja. Dat is een uitdrukking van een Italiaanse maestro, moet ik denken. Excuus, ik had inderdaad een korte aantekening gemaakt over uw vraag naar wat kan er nog aan nieuwe activiteiten. Dat was zo slecht geschreven dat ik het over het hoofd zag. Excuus. Ja, dat is nog wel degelijk mogelijk. Het is niet zo dat het complete evenement en cultuurpot dat structureel is vastgelegd. Dus er zijn nog steeds nieuwe activiteiten mogelijk. Natuurlijk gaan wij zeker kijken naar, want het is die bekende regel van 3 jaren wordt bezien, u wees daar zelf al op. Natuurlijk gaan we kijken van, en dat doen we jaarlijks, van is er meer vraag dan er geld is. Tot nu toe hebben we daar geen moeilijkheden. Tot nu toe. Mocht dat een probleem zijn, dan gaan we natuurlijk kijken van, hoe kunnen we dat oplossen? Maar dan hebben we natuurlijk ook andere mogelijkheden. De heer Dunnewind zei al van, je kunt ook in nieuw nabeschap natuurlijk het meer doen. En dat is ook zo. Want cultuur is natuurlijk ook een kwestie van preventie, net zoals dat sport is. Kijk, we kunnen wel steeds zeggen van, we moeten de zorgkosten drukken. Zullen we dan eens zorgen dat het welbevinden van mensen wordt gestimuleerd? En cultuur helpt daarbij. Dus dan gaan we ook zo kijken. Nou, tot zover. Dan mag u nu de vraag beantwoorden of we gaan hameren of inhoudelijk. We gaan hameren, hoor ik. Oké. Nou, dat wordt een gehamer, de volgende raadsvergadering. Dan gaan we nu naar de lange termijnagenda. Wie wenst daarover wat op te merken? De heer De Jonge. Ja, voorzitter, ik weet niet of u erop thuis hoort, maar de vorige raadsvergadering, 26 januari, bij de rondvraag is er iets toegezegd dat er binnen 14 dagen een reactie zou komen. Misschien zou het goed zijn om dat punt, of misschien is die reactie er al, toe te voegen aan de lange termijnagenda. Dat ging over helemaal om een. Voorzitter, wij zijn er druk mee bezig. We hopen volgende week daar de laatste hand aan te leggen. En dan kan die richting de raad en dan kan de agendacommissie bepalen wanneer die wordt geagendeerd. Dus het zal ergens in de volgende commissie, volgende raad waarschijnlijk zijn. Dus het ligt een beetje aan wat de agendacommissie wil. Dan het laatste punt, de rondvraag. Mevrouw Makkega. Ja, voorzitter, CDA heeft inderdaad een punt voor de rondvraag. En het gaat over de afsluiting van de stuw bij Stegeren en Junne. Dat heeft nogal wat reuring gebracht in Stegeren en Junne, gisteren op Oosten, in Stentor, et cetera. Dus een paar vragen van, eerst vraag van, er zal onderzoek gedaan worden naar de problemen. Maar gezien de onrust en ook de impact die het heeft, CDA benieuwd naar van op welke termijn dat onderzoek start en op welke termijn we mogelijke resultaten kunnen verwachten. Tweede punt is inderdaad de betrokkenheid van de buurt. En men staat met elkaar op de stoel van hoe gaan we dit doen. Maar hoe houden de bewoners regelmatig betrokken, maar ook hoe informeren en consulteren we ze bij dit traject. En de derde vraag van, ik hoop het natuurlijk niet, maar het kan zijn dat die afsluiting langer gaat duren. Hebben we dan nog andere opties of andere scenario's? En ik zag in de brief van de LTO iets van een noodbrug. Misschien kan Defensie daar iets in doen, ik weet het niet, maar ik leg het gewoon hier maar eens even neer. Dus zijn er andere scenario's? Want het betekent voor mensen wel dat ze een behoorlijke omrijafstand moeten afleggen als je bijvoorbeeld de kinderen naar school, et cetera, met de auto zou willen doen. Dus vandaar de vragen. Voorzitter, kort en heldere vragen als ik mag. Ten aanzien van de eerste, het onderzoek naar de problemen, er is een expertmeeting geweest, dat is nog niet het daadwerkelijke onderzoek. Daar zijn ze nu aan begonnen en dat is een extern adviseur, Guido Brokking, dat is een constructeur. Die gaat deze dagen aan de slag met het doorrekenen van de constructie. Waar kan die stuw en waar kan
de aanleiding daarvan die brug nog hebben. De resultaten worden eind week 7 verwacht. En dat is dus eind volgende week. Het expertteam van gemeente Waterschap en externe deskundigen komt op basis van de risico-inventarisatie bij elkaar en komen met een plan van aanpak. Dat plan van aanpak is de meest lastige in deze. De verwachting is dat dat in mei gereed zal zijn. Op basis van de risico-inventarisatie en plan van aanpak nemen de besturen, het bestuur van de gemeente en het bestuur van de waterschap, een besluit ten aanzien van de voorgestelde maatregelen. En die zullen we uiteraard bij u terugleggen op het moment dat het besluit is genomen. Tot eind 2018, en dat is pas vorige week vrijdag, is dat beslist. Want de aanbesteding van de sluizen, zowel sluis Junne en de sluis Marienberg, was even on hold gezet. Die gaat gewoon door. Dat betekent dus dat het waterschap, die opdrachtnemer is van de provincie, begint met de uitvoer van de sluizen. Wat we niet kunnen hebben is dat beide projecten door elkaar gaan lopen. Dus ze zullen tijdsvolgordelijk worden uitgevoerd. Dat betekent dat we pas ergens in 2018 kunnen beginnen met vervanging van stuw en eventueel de brug. Het schijnt ik ben geen ingenieur, ik heb er geen verstand van, maar het schijnt een complex werk te zijn. En de totale oplevering is pas ergens in 2021. Hoe gaan we de betrokkenen hierbij... De communicatie, hoe gaan we dat doen? Er is een inventarisatie gemaakt. Wie zijn de stakeholders? Omwonenden, agrariërs, LTO, etc. De gemeente is penvoerder ten aanzien van de communicatie. Er is afstemming geweest. Dat wist ik nog niet toen dit stuk werd opgesteld. Maar er is inmiddels afstemming geweest. En er is afgesproken dat de communicatie via de afdeling van de gemeente loopt. Dan vraagt u, en dat is dan eigenlijk een stukje van de bottleneck. Wat gaat er gebeuren? Ja. Nou, het gaat wat langer duren dan we hadden gehoopt en hadden verwacht. Het is onze wens dat ook in de toekomst hier gewoon een verkeersverbinding komt. Een goede, constructief, deugdelijke verkeersverbinding. Dat zal een grote investering vragen, zowel bij het waterschap als bij de gemeente. Ten aanzien van landbouwverkeer is er inmiddels een brief binnengekomen van LTO en we gaan met hen nu in gesprek. En ze hebben ook al aangegeven wat zij eventueel als mogelijkheid zien. Dat hadden wij ook al gezien. Dat is in het BBO, breed bestuurlijk overleg, is dat vrijdag ook aan de orde geweest. Dat zou een noodbrug kunnen zijn à la Vulsteren, die daar destijds is aangelegd om het zand snel af te voeren en de verkeershinder tot een minimum te beperken. Er zitten twee condities aan. Kan de omgeving van de stuw dat aan? Kan de stuw dat aan dat we met zo'n noodvoorziening gaan werken? En het tweede aspect is de kosten, want het is in tegenstelling tot wat iedereen denkt niet een hele goedkope oplossing. Zeker niet wanneer die daar langdurig moet liggen. Zeker niet wanneer we taluten moeten aanleggen, want je gaat hem naast de huidige weg leggen. Op het moment dat wij daar inzicht in hebben, zullen we u als eerste informeren en vervolgens gaan we richting de omwoner om te zeggen wat we weten, wat we gaan doen en hoe we het gaan doen. Iemand nog een vraag of een opmerking naar de aanleiding van de antwoorden van de wethouder? Ja, nou, nee, het kan dus inderdaad een langdurig zaak, dat die langdurig afgesloten is. En dan is het inderdaad wel van belang om te kijken van, zijn er alternatieven, hè, om daar nog naar te zoeken. En of die noodbrug of misschien iets met defensie, ik weet het niet, maar het is echt gewoon een groot knelpunt. Dus. Daarmee kondig ik het einde van deze commissievergadering aan. Allemaal wel thuis.